Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goed, dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Leonard Boy. Ik ben moderator hier vanmiddag in de Bali. Een bijeenkomst in een reeks van 4, nummer 2 inmiddels, over waardebotsingen in het publieke domein. En vanavond of vanmiddag praten we over die waardebotsingen in het jeugddomein. En dat is een heel breed domein. U bent er ongetwijfeld in actief of u bent erbij betrokken. Mag ik hier allereerst even vragen, wie is er zelf hulpverlener? Nou, dat is een heel groot gedeelte. En wie is hier bestuurder van een jeugdinstelling of actief in het jeugddomein als bestuurder? Ja, u bent zowel actief als bestuurder als ook in de praktijk. Dat u aarzelt, ja, nou, is heel fijn. Komen we misschien ook straks nog wel even bij u. Zijn hier ook mensen die studeren, in de opleiding zijn? Heel goed. Nou, geeft ons een beetje een beeld. Ik vraag dat niet voor niks, want het idee is om niet alleen straks het panel aan het woord te laten en ons zometeen met een inleiding van Wim Gorrissen wat meer in de diepte te verlaten vertellen over wat nou eigenlijk de dilemma's zijn. Maar we horen natuurlijk straks ook graag uw mening en uw vragen. En daartoe komen we dan ook bij u met de microfoon. Een initiatief, dames en heren, van de gemeente Amsterdam, de Bali en het bureau Diversion, om in dat vierluik te verkennen wat er nou eigenlijk allemaal aan het veranderen is binnen dat publieke domein. Omdat we zien dat er nou best wel polariserende posities worden ingenomen, stellingen worden ingenomen, waar jullie gewoon in de praktijk mee te maken hebben. En hoe ga je daar nou als professional mee om? Wat betekent dat voor je dagelijkse praktijk? Wat betekent het voor de mensen die nu worden opgeleid? Wat betekent het voor opleiders en uiteindelijk ook leidinggevenden? Wat is de mentale houding die je moet innemen, die je kunt innemen, en hoe los je gewoon de weerbaarheid van de dag, de weerbarstigheid van de dag, nou eigenlijk op een slimme manier op. We hebben het bij het onderwijs ook heel erg gehad over de rol van PABO's. Ik denk dat het vandaag ook belangrijk is om over de opleidingen te praten aan het eind. Van wat is nou, als we dat allemaal met elkaar hebben onderzocht en geconcludeerd, eigenlijk de opdracht aan die opleidingen. Dat horen we natuurlijk ook heel graag van jullie. Ik ga straks het panel uitgebreid aan jullie voorstellen, maar we beginnen met Wim Gorrissen. Hij is programmadirecteur van het Nederlands Jeugdinstituut. En hij houdt zich er onder andere bezig met effectiviteit en vakmanschap. Nou, dat gaat namelijk aan dus ook over die opleidingskant en wat je over, ja, zeg maar over professionaliteit in je vak eigenlijk moet verstaan. En Wim gaat ons meenemen ter introductie in zijn onderzoek. Hij doet dat ook mede namens een collega, dus hij heeft ook, neem ik aan, een aantal opdrachten van die collega meegekregen. En we gaan naar maar luisteren. Wim Gorris. Ga je gang. Felle lamp, ik zie jullie niet meer. Ja, mijn collega Ans van der Maat is al griep geveld, anders had zij hier het verhaal gehouden. En zij kan dat beter dan ik. Ik ben dus Wim Gorrissen, directeur effectiviteit en vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut. En het Nederlands Jeugdinstituut is een kennisinstituut. Dus ik zal het thema de botsende waarden in het jeugddomein ook proberen vanuit kennis te benaderen. Een korte inleiding op een heel breed thema. In een heel breed domein. Het jeugddomein is natuurlijk een heel breed domein. Dus gezien de tijd en mijn eigen ervaring zal ik vooral focussen op een onderdeel daarvan. En dat is vooral de hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Het thema van die botsende waarden is in de jeugdhulp niet nieuw.
Toen ik even ging terugzoeken in de archieven van mijn eigen instituut, kwam ik een publicatie uit 1996 tegen van toen nog het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. En dat ging over ethische en etnische kwesties in de hulpverlening. Zo werd dat toen genoemd. Dat ging toen ook al over religie en moraal in een pluralistische samenleving en over het begrip neutraliteit in de hulpverlening ten opzichte van die pluralistische samenleving. Dus in die zin is het allemaal niet nieuw. In de loop der jaren is het debat wel wat verschoven van vooral rekening houden met de culturele eigenheid van cliënten, wat toen het belangrijkste vraagstuk was, naar hoe je in een polariserende samenleving om moet gaan met de groeiende intolerantie tussen aan de ene kant groepen die veel belang hechten aan wat ze als hun eigen identiteit beschouwen en aan de andere kant groepen die veel belang hechten aan verdraagzaamheid en tolerantie in de pluralistische samenleving. Wat daar nog is bijgekomen, is dat het, waar het in de vorige eeuw vooral ging om de groep die zichzelf als de klassieke autochtone Nederlanders zag en die heel erg belang hecht aan die identiteit, dat vandaag de dag het bij die groepen die een eigen identiteit uitdragen om een hele pluriforme groep gaat van groepen die zich sinds de jaren 80-90 van de vorige eeuw geëmancipeerd hebben. Dan gaat het nog steeds om die groep die zichzelf als de autochtone Nederlander ziet, maar ook religieuze groeperingen zoals christenen, joden, moslims, de mensen uit de LHTB-beweging, groepen die hun identiteit ontlenen aan voedsel, dieren of milieuactivisme, etc. Groepen die tegelijkertijd onderling scherpere standpunten lijken in te nemen. Ik zeg bewust lijken, omdat de moderne social media verschillen soms uitvergroten, terwijl dat niet altijd een weerspiegeling is van de mainstream van de mensen uit die groepen. En waarbij in elk geval bij een deel de tolerantie ten opzichte van andersdenkenden minder lijkt te worden. En dat zien we terug in de Zwarte Piet-discussie, we zien het terug in de discussie over ritueel slachten bij Joden en moslims, homoseksueel ouderschap, maar ook het niet willen geven van hand aan iemand van de andere sekse. Nou, dat speelt in de hele samenleving en wat in de samenleving speelt zien we in de jeugdhulp natuurlijk ook terug. In de brede jeugdhulp, maar misschien nog wel het meest in de jeugdbescherming, waar normatieve opvattingen over wat juist is in geweld en veiligheid een nog grotere rol speelt in de vrijwillige hulpverlening. Dus daar zal ik me ook wat meer op focussen. En uiteraard komen we in andere onderdelen van de jeugdhulp. Ik heb bijvoorbeeld jaren in de jeugd GGZ gewerkt. Komen we dat ook tegen? Hè, dat culturele identiteiten zich soms slecht verhouden met het westerse begrip van psychische ziektes. Maar wat je daar ziet, dat als de lijdensdruk maar groot genoeg is voor de cliënt en of de omgeving, bijvoorbeeld bij een ernstige depressie of een psychose, dat daar vaak wel een oplossing voor wordt gevonden. En in de jaren 80 en 90 is daar al veel ervaring mee opgedaan. He, culturele matching, cultuursensitief werken, wat toen sterk opkwam, loste best wel een hoop op. Niet alles natuurlijk, maar het maakte de spanningen over het algemeen goed hanteerbaar. Bleef ook toen, en dat zien we nog steeds, dat daarbinnen normatieve opvattingen van individuele medewerkers kunnen botsen met de dominante waarden die een instelling wil uitstralen. Ik herinner me uit die tijd bijvoorbeeld nog heel goed dat er een Hindoestaanse psychiater was die bij een Hindoestaanse cliënt reïncarnatietherapie deed, waar toch wel de wenkbrauwen over werden opgehaald door veel collega's. En een islamitische psycholoog die cliënten van de andere sekse geen hand wilde geven, iets wat in het publieke debat regelmatig weer terugkomt. In de jeugdbescherming botsen cultuurgebonden waarden, zoals ik al zei, vaak nog het scherpst. De jeugdprofessional, de jeugdbeschermer, neemt in haar, dat zijn meestal vrouwen, beoordeling van veiligheid namelijk altijd de eigen normen en waarden mee. Je kunt nog zo netjes in de wet omschrijven wat veilig is en wat niet veilig is, maar dit is altijd een heel groot grijs gebied. En wat in de jaren 90 al neutraliteit en hulpverlening werd genoemd, is nog steeds een belangrijk gedachtegoed. Onderkennen we nog steeds. Maar in de praktijk is het niet altijd even gemakkelijk. De spanning tussen het in de ogen van de hulpverlener goed doen voor het kind en de veiligheid van het kind en tegelijkertijd rekening houden met normen en waarden van de ouders blijkt lastig. Bijvoorbeeld in de casus van het Turkse jongetje Yunus, wat ook in de aankondiging op de wedstrijd stond, zie je dus dat dat jongetje, voor wie dat niet meer weet, werd geplaatst in een pleeggezin met twee lesbische ouders. En tot op het niveau van de Turkse regering heeft men zich er toen tegen aanbemoeid of dat nou wel of niet een goede zaak was. Wat wel liet zien hoe heftig die clash tussen die culturele identiteiten en die waarden was. En dan moet je voorstellen, daarbij je dus die jeugdbeschermer. Er is een tekort aan pleeggezinnen, nog steeds. Dat was toen al, het is enorm gegroeid, we hebben nog steeds een tekort aan pleeggezinnen. Er is een onveilige situatie, wat een uithuisplaatsing noodzakelijk maakt.
Er doet zich een plaatsingsmogelijkheid voor en dat spant enorm met de wens van die ouders om dan voor dat jongetje, als het dan niet thuis kan blijven, plek te vinden die past bij de culturele identiteit van die ouders. En dat komt dan bovenop de spanning die er in de jeugdbescherming sowieso al is, tussen de meer basale botsende waarden van aan de ene kant zoveel mogelijk regie leggen bij gezinnen zelf, wat ook in die nieuwe jeugdwet een heel belangrijk uitgangspunt is, aan de andere kant het borgen van een veilige situatie. Velen van jullie zullen misschien de documentaire Alicia hebben gezien. Voor wie hem niet gezien heeft, daarin zien we hoe een meisje dat op 1-jarige leeftijd uit huis werd geplaatst, na het overlijden van de pleegvader, toen de pleegmoeder het niet meer aankan, in een groep is geplaatst. Dus in een kinderthuis, om het zo maar te zeggen. En doordat het niet lukte om een nieuw pleeggezin of gezinshuis te vinden, daar jaren later nog zag dat. En wat je dan ziet is dat zo'n meisje jarenlang in een groepssetting laat wonen, dat zo'n meisje daar niet beter van wordt. Je ziet de problemen toenemen, je ziet de uitzichtloosheid, de machteloosheid. En dan zie je dus die spanning tussen eigen regie en veiligheid heel duidelijk terug. Hoeveel onveiligheid kun je als jeugdbeschermer accepteren in een gezin? En hoe weeg je dat af tegen de risico's van bijvoorbeeld een langdurig verblijf in een leefgroep en de negatieve effecten daarvan? In zo'n kanus als het Turkse jongetje Yunus komt daar dus nog die culturele spanning bovenop. Dus dat vraagt ontzettend veel van individuele jeugdbeschermers, maar ook van hun organisaties en van de politiek verantwoordelijken. Nou, dit soort botsende waarden in de jeugdhulp, maar ook breder, zijn wat we noemen wicked problems. De sociaal filosoof Harry Kunneman spreekt, dat vind ik altijd wel mooi plastisch, van problemen van de moerassige laaglanden. Dat zijn problemen waarvoor geen mooie, kant-en-klare, evidence-based oplossingen bestaan. En waar hulpverleners verstrikt kunnen raken in het moeras van problemen van zo'n gezin. En toch moet je in zo'n situatie als jeugdbeschermer, als je vindt dat het onveilig is, kunnen handelen. Want niet handelen is geen optie, tenzij je dat goed hebt afgewogen. Maar we gaan er even vanuit dat je beoordeeld had dat dat niet kon. Nou, wat moet je dan wel doen? Daar kun je op twee manieren naar kijken. Procesmatig en inhoudelijk. En als, nou, als kenniswerker probeer ik ook in die twee richtingen dan een begin van een antwoord even op een rij te zetten. In de hoop dat dat dadelijk helpt bij de bespreking van de casussen. Laten we met die inhoudelijke kant beginnen. In de vorige eeuw, de jaren 80, 90, is, zoals ik al zei, de cultuursensitief werken geïntroduceerd. Zorg dat er in een team voldoende kennis aanwezig is over de belangrijkste culturele groepen in de samenleving die je als cliënten tegen kunt komen. En weten we ook al sinds de jaren, kijk naar de werkelijkheid nu, dan zie je dat er nog steeds wel wat te doen is. Het helpt dan ook als het team en in de organisatie er sprake is van pluriformiteit in het medewerkersbestand. Als ik naar onze eigen organisatie kijk, hebben we daar nog wel wat aan te doen. Die pluriformiteit van het medewerkersbestand helpt in het dagelijks zien en herkennen van overeenkomsten en verschillen tussen al die groepen. En het elkaar onderling consulteren en het herkenbaar zijn voor doelgroepen als een organisatie die herkent en onderkent dat die pluriformiteit belangrijk is. Dus dat cultuursensitief werken heeft toen best wel veel geholpen om dat punt van hoe sluit je aan op de culturele identiteit van je cliënten een stuk verder te helpen. In die tijd ging het vooral om allochtone groepen, maar vandaag de dag gaat het om een veel breder scala aan identiteit, zoals ik net al zei. Dan heb je het dus ook over genderidentiteit, ook over rechtsextremisme en allemaal van dat soort zaken die je allemaal tegenkomt in je hulpverleningspraktijk. Specifiek voor jeugdbeschermers hoort er dan bij die kennis over al die groepen die je tegen kunt komen, ook kennis specifiek over hoe vanuit die groepen wordt aangekeken tegen geweld in gezinnen. Want er zijn best wel de nodige verschillen nog links en rechts. Recent heeft Naima Azoug een essay uitgebracht onder de titel Weerbare jongeren, weerbare professionals. En wat zij aan dat stuk van die cultuursensitiviteit nog toevoegt is, wat moet je nou doen met de eenzaamheid die hulpverleners en andere jeugdwerkers ervaren als zij worstelen met het gedrag van jongeren zelf. Dus waar het vaak ging om de culturele identiteit van ouders en hoe die met kinderen omgaan, zie je dus dat jongeren tegenwoordig, jongeren die op zoek zijn naar een identiteit en soms nog wat scherper bij de identiteit horend gedrag vertonen dan hun ouders, dat confronterend kan zijn voor hulpverleners. Zij wijst, zoals ik al zei, op de eenzaamheid die professionals daarbij kunnen ervaren als ze geconfronteerd worden met die botsingen tussen waarden van jongeren en de dominante waarden in de samenleving. Nou, iedereen kent de voorbeelden van kun je wel of niet over de Holocaust praten in de klas en dat soort zaken. Nou, recent is daarvoor dan dat JEP-platform opgericht, het platform Preventie Jeugdextremisme en Polarisatie.
met de bedoeling om professionals in het hele brede jeugddomein, dus niet alleen de jeugdhulpverlening, en hun leidinggevende, laten we die niet vergeten, te ondersteunen en wat aan die professionele eenzaamheid te doen. Wat daar nog verder achter zit, als we op die kennis kan blijven, is dat, ik noem wel iets over de identiteitsontwikkeling van jongeren. Als in de ontwikkeling van de identiteit van jongeren verstoringen optreden, zeker als ze opgroeien in moeilijke situaties, dan kan wat wij afwijkend gedrag noemen ontstaan. Dat kan zich uit in extremisme, maar ook in criminaliteit of in probleemgedrag. Dat is vaak tot eenzelfde verstoorde identiteitsontwikkeling te herleiden. En welke uitingsvorm dat krijgt, is vaak afhankelijk van toeval, net van in wat voor context jongeren opgroeien. Uiteraard bepaalt die uitingsvorm wel hoe wij ze in de jeugdhulp te binnen krijgen. Of dat gaat via het jeugdstrafrecht, de gedwongen jeugdhulpverlening, of dat dat bijvoorbeeld gewoon via vrijwillige jeugdhulpverlening komt. Nou, over die verstoorde identiteitsontwikkeling in relatie tot extreem gedrag heeft Stijn Siekelink vorig jaar een boek uitgebracht. Hij geeft in dat boek een overzicht van de kennis over de normale en verstoorde ontwikkeling van de identiteit. En ook wel een richting om bij die verstoorde identiteitsontwikkeling in positieve zin wat bij te sturen. Om te voorkomen dat jongeren al te extreem worden en dat die botsende waarden worden uitvergroot. Hij noemt dat re-radicaliseren in tegenstelling tot de-radicaliseren. Wat hij daarmee bedoelt is dat we bij jongeren die een moeilijke identiteitsontwikkeling hebben, dat die een neiging kunnen ontwikkelen om extreme idealen te koesteren. En in die verstoorde identiteitsontwikkeling op zoek gaan naar alternatieve families, surrogaatfamilies, die hun wel antwoorden kunnen bieden op de grote vragen van het leven, waar ze hun eigen omgeving niet direct antwoord op vinden. En dat kun je bijvoorbeeld doen door die neiging om extreme idealen te koesteren, te richten op iets wat voor nut is voor de samenleving. Bijvoorbeeld iets van duurzaamheid in de eigen wijk. En hij formuleert daar ook een aantal hele nuttige lessen in. Ik kan het echt aanraden. Re-radicaliseren, googlen en je vindt het zo. En de twee belangrijkste lessen zijn dat je die identiteitsvragen serieus moet nemen en dat je actie tegen onrecht moet organiseren om die jongeren te helpen weer een ideaal te hebben waar we als samenleving ook wat aan hebben. Nou, dat zijn stukjes van inhoud die je zou kunnen gebruiken om, ja, wat doen we nou als we er tegenkomen? Maar daarmee ben je er niet. Het versterken van die inhoudelijke kennis is niet voldoende. Want die kennis die er is, is namelijk om te beginnen gebrekkig. We weten meer over oorzaken dan over wat wel en niet werkt. En die kennis gaat altijd over gemiddelde en grote groepen. Het is dus van belang dat jeugdprofessionals in dialoog met de jeugden en gezinnen die ze tegenkomen beginnen te exploreren wat nou voor deze mensen zelf het belangrijkste probleem is. Ik heb jaren in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt waar de standaard is gewoon iemand wordt verwezen met angstklachten. Dan gaan we diagnostiek doen en gaan de aandoening behandelen. Niks mis mee, maar bij deze jongeren los je daar het probleem niet mee op. Ik bedoel, op het moment dat je ziet hier sprake van zo'n wicked problem, moet je echt kijken wat is voor hun nou het belangrijkste probleem. En vervolgens, wat weten we nou over aard en oorzaak van dat probleem? En wat werkt? Want de kennis die er wel is, moet je wel gebruiken. En dan hebben we niet alleen over kennis uit de wetenschap, maar ook je eigen praktijk, kennis, opleiding en ervaringen van je collega-professionals en de ervaringen en voorkeuren van cliënten. Dat werken vanuit die drie kennisbronnen noemen we evidence-based werken. Het verbinden van wetenschappelijke kennis met praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten. En dat vraagt om hele vakbekwame professionals die in teams opereren en elkaar daarbij helpen. Daar hoort dus ook bij dat ze in de dialoog met de jeugdigen en gezinnen lerend werken. Niet gewoon ik weet het, nee, maar in zo'n dialoog met de verbinding van die drie kennisbronnen moet je lerend werken. Je maakt met het gezin een plan op basis van analyse wat zij het belangrijkste probleem vinden. Maakt gebruik van de kennis die er is over aard en oorzaak van het probleem en over wat werkt. Je voert het plan uit, je evalueert of het ook gewenste effect heeft, ook weer met de jeugd en het gezin. En dat evalueren doe je niet alleen met dat ene gezin, maar ook in je team op groepen jongeren met vergelijkbare problemen en groepen gezinnen, zodat je ook bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe kennis die nodig is om meer gezinnen goed te kunnen helpen. Wij noemen dat samen lerend doen wat werkt. Een belangrijke manier van werken in een veld waar best al de nodige kennis is, waar we vooral veel kennis over wat werkt nog verder ontwikkeld moet worden. Zo verbinden we innovatie en experimenteren aan de ene kant met het gebruik van wat we wel al weten. Ik sluit af.
Nou, ik heb geprobeerd kort iets aan te geven over hoe botsende waarden in de jeugd, wel met name de jeugdbescherming, tot uiting kunnen komen. In basale dilemma's rond regie en veiligheid, met daarbovenop de botsing van culturele identiteiten en het bredere botsende waardendebat in onze samenleving. Hulpverleners kunnen zich daardoor machteloos en eenzaam voelen. En daar kun je wat aan doen door te zorgen voor voldoende kennis in een team over culturele identiteit, over de normale en verstoorde identiteitsontwikkeling. En door met elkaar te werken volgens die principes van samenleren en doen wat werkt. En dat is heel hard nodig om de jeugdigen en gezinnen die het moeilijk hebben beter te kunnen helpen. Dank. Wim, eigenlijk twee belangrijke vragen, maar eerst even één vraag aan de zaal. Wie voelt zich hier professioneel eenzaam? Dat is een belangrijke term die Wim hier introduceert. Niemand voelt zich soms voorzichtig, soms wie? U zei soms? U zei soms. Ja, dan pak ik even een microfoon, want ik ben gewoon even benieuwd of je dat herkent en wat dat dan voor u is. Dat is toch een belangrijke term, lijkt mij. Mag ik heel eventjes, dat zullen we even moeten oefenen deze middag, zo af en toe even zo'n klok. Zeg even wie je bent. Ik ben Nico de Groot en ik ben van BV Jong, de beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers. Ja. Ik voel me nu al een beetje eenzaam, want het gaat erg over hulpverleners. Mm-hmm. Dat is één. En twee, ik voel me, ik doe wat minder praktijk op dit moment, maar ik voel me in mijn werk af en toe eenzaam op het moment dat ik alleen voor een groep op straat bezig was. Ja, en waar bestaat dat dan uit? Dat je handelingsverlegen bent, dat je niet weet wat je moet doen, of dat je je eenzaam voelt in de opvatting die je op dat moment huldigt? Je weet niet altijd wat je moet doen, nee. Nee. Soms weet je op het moment dat je echt gaat handelen dat het heel veel consequenties heeft, terwijl je de vermoeden hebt van, of tenminste nog vaagheid hebben over de vermoedens. Dus ja. Moet je meteen gaan handelen. Ja, dus er is dan een soort angst van ja, hoe voorzichtig moet je zijn of hoe actief moet je zijn? Ja. Ja, oké, nou helder. En fijn dat u dat even toelicht. Wim, want ik vroeg me ook af, je zegt een heel mooi woord, evidence-based werken. Hè? Dat vinden we allemaal heel belangrijk. Mm-hmm. Juist op een gebied wat je ook al aangeeft, wat eigenlijk een, toch een beetje professioneel moeras is. Meneer illustreert dat ook al, je weet het niet altijd precies. Je kunt wel een opvatting hebben, je kunt wel een idee hebben, maar je weet het niet precies. In hoeverre vind jij nou op dit moment, als je naar Nederland kijkt rondom de jeugdhulpverlening, dat er inderdaad al echt, ja, evidence-based goed gewerkt kan worden? Zijn we al zover? Dat is in verschillende onderdelen van het jeugddomein nog heel verschillend. Hè? Het jeugddomein, de jeugdhulpverlening, gaat tegenwoordig van de klinische kinderen- en jeugdpsychiatrie tot en met de social workers in de wijkteams die geconfronteerd worden met vragen die nog heel erg aan het begin van een probleem zitten. En dan zie je bijvoorbeeld dat in de kinderen- en jeugdpsychiatrie er al een hele lange traditie is van wetenschappelijk onderzoek, waarbij ze ook hebben mee kunnen liften op de algemene psychiatrie, waar dus al allerlei goed onderbouwde richtlijnen en protocollen bestaan. In de klassieke jeugdzorg zie je dat we de afgelopen jaren een aantal richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming hebben ontwikkeld waar minder kennis is, maar we toch al aardig in slagen door op een rij te zetten, waar we wel nog een slag moeten maken in hoe werk je daar nou mee. En van de een zegt ja, het gaat niet over mij, en de ander die volgt te letterlijk wat erin staat, terwijl het een hulpmiddel moet zijn. En als het gaat om het nieuwe werk in wijkteams, zijn we nog aan het kijken welke kennis uit die oude domeinen is hier nu wel en niet bruikbaar. En dus er zijn grote verschillen. Wat we wel zien is dat de wil om het beter te doen en het besef dat we het lerend werken moeten combineren met het gebruik van de kennis die er wel is, dat dat steeds meer aarde vindt. En dat bijvoorbeeld ook een groep van wijkteamorganisaties nu met elkaar aan het kijken is hoe kunnen wij dit beter gaan doen. Oké. Ik wil je erg bedanken voor je inleiding. Dank je wel. Wim Gors. U gaf het ook al aan, we spreken niet alleen maar over professionele jeugdhulpverlening. We hebben het niet alleen maar over de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om een heel breed spectrum. En ik hoop ook dat jullie ons daarin af en toe bij de les houden als je het idee hebt dat het zich te veel verengt. Of als het op één gebied blijft hangen. Ik wil Matthijs en Otter en Vivianne Goedaert introduceren. Zij zijn van het bureau Diversion. Jullie gaan ons meenemen in een aantal stellingen. En je vraagt ook aan het publiek om daarop te reageren. En aan de hand van die kennis kunnen we vervolgens met ons panel doorpraten. Ga jullie gang. Ja, want het is nu zeker de tijd voor jullie om ook in actie te komen en te praten ook over wat te doen als de waarden botsen. En hoe om te gaan met waarden die spelen in je werk. Dus daar hebben jullie, als het goed is, allemaal deze kaartjes voor gekregen. 5 stuks in verschillende kleuren. Heeft iedereen die ook gehad? En mag ik anders je hand zien als je die niet hebt gehad? Want ik heb nog collega's die delen nog een paar setjes uit. Ik zie daar achterin ook nog 2 handen en die voorin vooral. Oh, en hier in het midden nog. En als die uitgedeeld worden, dan leg ik even uit wat de bedoeling is.
Er verschijnt zo steeds een stelling op het scherm. En u mag dan natuurlijk aangeven of u daarmee eens bent, helemaal eens bent. Of u neutraal bent, of dat u het oneens bent, of helemaal oneens bent. Dus 5 categorieën. En die stelling die heeft ook een onderliggende waarde in zich. Dus het gaat eigenlijk over hoe gaat u nou op uw werk met waarde om en wat nu als die botsen of als er een dilemma optreedt. Nou, die stelling, als u allemaal uw kaartjes heeft laten zien. En ik wil vragen om hem goed omhoog te houden steeds, want dan kunnen wij ook goed zien hoe de verdeling in de zaal is. Maar daarna krijgt u de kans om toe te lichten waarom u het kaartje omhoog houdt wat u houdt. Mijn collega Vivianne die zal ook wat meer de tribune op en neer lopen om u het woord te geven. En dan kunt u dus uitleggen waarom u gestemd heeft wat u gestemd heeft. De vraag is om als u het woord neemt of krijgt even te zeggen wie u bent. Dus uw naam en uw functie. Ook om inderdaad ook die diversiteit van verschillende soorten uit het jeugddomein aan de orde te krijgen. Heeft iedereen inmiddels een kaartje gekregen? Een setje van 5 kaartjes? Want dan gaan we namelijk naar de eerste stelling toe. Die leid ik eerst even in. Want dat gaat namelijk over hoe sta jij nou als jeugdprofessional op de werkvloer? En hoeverre vind jij het bijvoorbeeld je eigen verantwoordelijkheid om jongeren nog democratische waarden mee te geven? En hoeverre wil je ze daarin sturen? Of misschien zeg je juist, ja, ik vind dat ik me daarin wat neutraler op moet stellen. En de eerste stelling is daarom. Ik zie mijzelf als moreel kompas voor de jongeren die ik begeleid of waarmee ik in aanraking kom. Als je nu helemaal niet met jongeren werkt omdat je bijvoorbeeld echt heel hoog in het management zit. Ik weet niet of je dan misschien helemaal niks met jongeren doet. Dan stel dan voor degene die het in jouw organisatie wel met jongeren werkt. En wat je vindt dat die zou moeten doen op moreel kompasgebied. Als de stelling voor iedereen duidelijk is, wil ik jullie vragen om nu het betreffende kaartje in de lucht te steken wat voor jou geldt. Zo hoog mogelijk, dan kunnen we goed zien hoe de verhouding ligt. Ik zie voornamelijk groen, maar ook wel wat rood. Wel oneens, helemaal oneens. En ook hier met name, opvallend genoeg, in het linker gedeelte heel veel, of redelijk veel, gemiddeld. Dus het witte kaartje, niet eens, niet oneens. Ik ga denk eens even de zaal in. Staat deze aan? Ja, hè? Hij is door, hè? Fijn. Even graag de kaartjes voor je buik houden. Dan kan ik zo, terwijl ik loop, nog een beetje verder. Volgens mij zat ik hier helemaal oneens. Wil je even jezelf voorstellen en vertellen waarom je oneens bent? Annemarie van Ooyen, ik ben pleegouder. Waarom ik helemaal oneens heb? Ik heb nu bijvoorbeeld een puber bij mij wonen. En ik zie mezelf eigenlijk meer als spiegel en niet zozeer als kompas. Als hij wat mij betreft een behoorlijk extreem idee heeft over iets, dan ga ik daar eerder op doorvragen. Terugkaatsen en te kijken of je dan ook tot alternatieven komt. Maar ik zal niet zo snel mijn eigen dingen opleggen. Oké, dus even kort samenvattend. Je houdt vooral een spiegel voor in plaats van dat je zelf het goede voorbeeld geeft en het kompas bent. Oké, ik ben benieuwd. Iemand die helemaal eens had, die betekent eigenlijk, die denkt, nou, dat ben ik het niet mee eens. Hier, daar helemaal in de hoek. Ja, dan kom ik even die kant op. Ik ben Marleen Meijaert. Ik geef diversiteit op Hogeschool in Holland bij de opleiding maatschappelijk werk. En ik heb kompas. Het leuke is, ik ben het helemaal eens met de andere mevrouw. Want hoe ik kompas heb gezien, is dat ik, dat ik eigenlijk probeer om de jongeren, de studenten in dit geval waar ik bij werk, zoveel mogelijk zich te laten ontwikkelen in hoe zij er zelf in staan. En wat dus, ja, ik geef ethiek dus, en ik geef moreel beraad, dus werk met ethische dilemma's. Dus dat ze zo helder mogelijk krijgen wat voor waarden zij zelf vertegenwoordigen. En zo heb ik kompas opgevat. En dan even doorvragen, in wat voor opzicht bent u dan hun kompas alsgene die hun er doorheen leidt? Begrijp ik dat u het zo ziet? Ja. Ja, dus niet degene die waar ik leg mijn waarden niet op, maar ik laat ze hun eigen waarden verkennen. Dat is grappig, want het lijkt inderdaad wel, het lijkt wel een beetje op elkaar. Je zou misschien kunnen zeggen een spiegel voorhouden of faciliteren dat die jongeren zelf ook zoeken naar wat vind ik nu belangrijk. Ik zie jullie allebei knikken, dus dan vat ik het wellicht goed samen. Is er iemand die zegt, ja, maar ook luister nou, als ik nu iets heel extreems hoor van een jongere, wat ik echt niet vind kunnen, dan ga ik echt wel, dan stuur ik echt wel bij. Dat is mijn interpretatie van Mareel Kompas. Ik zie hier iemand knikken. Kom even naar u toe. Ja, dat doen we wel. Street corner work ben ik. Ik ben er net van de ouderen. Ik hou me bezig met innovaties en radicalisering.
Ja, dat gebeurt. Als jongeren bepaald extreem gedrag laten zien, dan gaat men wel het gesprek met ze aan van, goh, heb je in de gaten van wat jouw gedrag doet op je omgeving? Als jij je zo gedraagt, wat zie je dan in je omgeving terug? Hoe ze op jou reageren? En dat gesprek met elkaar, kijken naar wat is er normaal in de samenleving en hoe sta jij daarin en hoe gedraag je daarin? Ja, dat is wel een gesprek wat erbij hoort. Heeft u toevallig een concrete casus in het hoofd waar dan bijvoorbeeld die grens over is gegaan? Of? Nee. Maar u zegt wel dus, er is wel een iets wat mij betreft, is wel een interpretatie bijvoorbeeld van wat normaal is en wat absoluut niet normaal is. Dus als mensen, als jongeren dingen zeggen die absoluut niet normaal zijn wat mij betreft, dan ga ik daar wel over met ze in gesprek. Ja. Ik ben ook nog benieuwd, ik zag ook een paar mensen neutraal. En ik zou eigenlijk iemand die neutraal was even aan het woord willen laten, omdat ik benieuwd ben wat het betekent als je neutraal bent in deze stelling. Iemand met neutraal. U? Mijn naam is Dick Ufkes. Ik werk in een gesloten hulpverlening, dus in gesloten setting. Wat je heel erg aan het doen bent, is ingaan op het gedrag van het hier en nu. Dus als ik mag aanhaken op het voorbeeld wat zo net genoemd wordt, dan kun je erop ingaan van, hey, wat je nu zegt voor extreems, wat zou dat doen met anderen? Zonder dat ik zelf een moreel kompas ben, hou ik ze voor van, hey, wat zou er gebeuren als je dit zegt? Of hoe kan dat botsen met andere jongeren? Dus u kiest er bewust voor om niet uw eigen ervaring en uw eigen morele kompas mee te nemen in uw werk. Precies, ik laat ze nadenken over van wat doet dat met anderen? Wat doet het met groepsgenoten? Of wat kom je er later bij tegen in de maatschappij? Als je dat soort dingen zou zeggen of uiten. Het gaat om de wisselwerking, hoor ik hier. Ja, oké. Okay. Is er nog iemand die daarop wil reageren? Of die nog iets misschien een andere redenering heeft voor zijn of haar keuze achterin daar? Ik ben Leonie van Wees van het MBO Jeugdteam in Amsterdam en ik werk op een school in Zuid. En ik moest eigenlijk meteen denken aan een situatie waar ik in terecht kwam. Ik stond buiten en heel veel jongeren van de school stonden ook buiten. En er kwam een Joods gezin kwam langslopen en er werd gegild Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Op dat ogenblik vond ik dat ik daar iets van moest zeggen, omdat ik daar zelf ook iets van vond. En dat heb ik gedaan. Dus ik, ja, daarom heb ik gekozen voor eens. Ik ben het daar wel mee eens. Dat ik ook wel iets mag doen als ik iets zie gebeuren waarvan ik denk, dit kan niet. Mag ik vragen hoe je dat gedaan hebt? Wat heb je toen gezegd? Ik heb als eerste gezegd dat ik het echt heel erg verdrietig vind dat zoiets gezegd wordt door jongeren die bij ons op school zitten. En dat als iemand daarover zou willen praten met mij, dat kan. Als maatschappelijk werker op de school. En dat ik het er absoluut niet mee eens was dat gezegd werd. Ja. Oké, dus ik kan me voorstellen wat hier gezegd wordt. Zodra het over een bepaalde persoonlijke grens heen gaat, is het wel degelijk de rol in uw geval van de hulpverlener om daar op dat moment direct op in te gaan. Is er iemand die zegt, ondanks dat het op een gegeven moment mijn eigen grens overgaat, denk ik alsnog, ik vind niet dat ik op dat moment mijn eigen emotie of mijn eigen gevoel daarin mag uitdragen. Misschien even handen omhoog, wie dat vindt. Nee. Half niet. Oké, okay, nou, dan zijn we daar in ieder geval over eens. Ja, dus volgens mij is er naar voren gekomen van je moet jongeren een spiegel voorhouden. Soms als extreme dingen zijn ook wel echt een streep trekken. En kijk. Geef je heel even de microfoon, momentje, anders hoort het niemand. Op aanvulling wat daar net werd gezegd, ik vind het hartstikke goed trouwens. Mijn naam is Annetje, ik werk bij het ROC van Amsterdam. Soms gun je een ander meer kennis en je bent gewoon een stukje ouder, je hebt meer meegemaakt. En als iemand daarvoor open staat, vind ik het heel jammer als je dat laat liggen. Een persoonlijke ervaring tijdens een reis in Cuba zit ik met als enige allochtoon, allemaal blonden en allemaal. En zit ik met ook een jongere aan tafel en die vertelt, nou ik vind het heel erg zonde, want ik wilde bij de politie. En ik ben geweigerd, want in het kader van multiculturaliteit namens een Surinamer. En nou, dat vind ik eigenlijk heel jammer, want ik voel me nou gediscrimineerd. Omdat ze een buitenlander hebben aangenomen. Nou, dus toen ben ik eerst
iets gaan uitleggen dat die Surinamer ook een Nederlander waarschijnlijk is. En waarom dat beleid er is, wat daarachter zit. En heb uit mijn ervaring verteld hoe ik toen de tijd in Zuidoost, ik werk nu in West, heel veel jongeren had die maar niet aan een stageplek kwamen vanwege hun achternaam. Ik zei, stel jij voor in de plaats van die ander die constant nee krijgt. Jij voelt nu eigenlijk wat die ander voelt. Alleen die wordt nu beschermd door een soort beleid. Terwijl jij daarvoor, of mensen zoals jij, veel makkelijker die kansen hadden. En dat was een heel mooi gesprek. Die zei, oh, dat wist ik allemaal niet. Over en weer. En die dacht op een hele andere manier terug over haar afwijzing. Die kon dat ook veel beter accepteren. Het was voor haar geen discriminatie meer. Maar zij kon begrijpen dat dat in het kader van meer kansen voor anderen die juist gediscrimineerd werden. Dus ik vind het hartstikke mooi om vragen te stellen aan studenten. Daar ben ik hartstikke voor. Zo doe ik het ook. Maar laten we niet te soft zijn om af en toe toch een streep te trekken of om kennis over te dragen. Want daar zijn ze gewoon bij gebaat. Mm-hmm. Dank. Ik denk dat het daar zo meteen bij de panels ook nog verder over gaat. En dan kunt u de zaal ook nog vragen stellen. Ik wil nog even doorgaan naar de tweede stelling. En die bevat weer een ander aspect van waardebotsingen. Die luidt namelijk, ik vind dat als ouders of jongeren een hulpverlener niet zien zitten vanwege zijn of haar religieuze achtergrond, je op zoek moet gaan naar een betere match. En we hebben dit ook een aantal keren gehoord van mensen uit het jeugddomein die zeggen van ja, je hebt aan de ene kant wil je zo goed mogelijk aansluiten bij de jongeren en bij de leefwereld van de jongeren. En ook zorgen dat hij dus echt de hulp kan ontvangen die hij of zij nodig heeft. Maar het is wel lastig als er vanuit de jongeren of zijn gezin de vraag komt. Ja, we hebben het liefst een vrouwelijke hulpverlener. Want dat is makkelijker om bij ons over de vloer te komen. Of mensen die zeggen, ja, we hebben het liefst niet iemand met een niet-westerse achtergrond. Want daar, ja, dat voelt gewoon niet zo oké. Wat voor keus maak je dan? Dus ik herhaal de stelling nog één keer en dan wil ik u vragen om je kaartje omhoog te doen. Dus de stelling is, ik vind dat als ouders of jongeren een hulpverlener niet zien zitten vanwege zijn of haar religieuze of etnische achtergrond, dat moet er nog bij. Die is weggevallen. Dat je dan op zoek moet gaan naar een betere match. Kaartjes omhoog, wat jullie vinden. Kijk, ik zie al wel redelijk gemengd. Ik zie veel eens. Ik zie weer wat wit omhoog komen, maar ook wel wat oneens. Maar ik denk meerderheid is het eens. Zullen we allemaal zo hoog mogelijk doen dat we nog één keer goed kunnen zien? Ja, ook veel niet eens, niet oneens. Het is ook een lastige kwestie inderdaad. Maar is er iemand die zegt, ik wil wel even toelichten waarom ik vind wat ik vind? Ik zie hier een vinger. Heel even jouw kaartje, wat had jij? Eens, oké. Ik kom heel even voor je langs, sorry. Zou je eerst even willen voorstellen? Ja. Mijn naam is Daphne, ik werk als pedagoog en zorgcoördinator bij Stichting Streetpro. Wij begeleiden jongeren naar school en werk. Ik vind tegenwoordig shoppen jongeren en ouders ook weer heel gemakkelijk met, oh, ik heb geen klik met jou, dus ik ga weer door naar de volgende, ik ga weer door naar die, ik ga weer, jij bent het niet eens met mijn mening, dus ik wil een andere begeleider. Dat komen wij heel vaak tegen. Bij zien, op het moment dat het gebeurt, heeft het ook echt minimaal effect. Terwijl als ze wel bij degene blijven waar ze, nou ja, het mee oneens zijn een keer, dat er ook veel resultaten gehaald worden. Dus jij zegt eigenlijk dat de match met de zorgverlener niet per se betekent dat het de invloed heeft op de kwaliteit van de behandeling? Klopt, en ik vind dat op dit moment te makkelijk geshopt wordt. Ook eigenlijk bij jou misschien niet, dan ga ik door naar de volgende. Oké, dankjewel. Er wordt te makkelijk geshopt tussen hulpverleners. Ik ben benieuwd met iemand die groen... Zag ik je een hand vooraan? Oh. Vat ik dan goed samen als ik zeg dat jij zegt als het invloed heeft op de effectiviteit van de hulpverlening, dan moet je een andere hulpverlener zoeken. Ja. Oké, dankjewel. Is er iemand die daarop wil reageren? Die zegt, nou, kijk, ik zie hier een niet eens, niet oneens, ook weer. Kom even tussen door. Soms is er gewoon niet iemand. Oh, hoi, ik ben Nadia Balkoudia. Ik werk in het ouder kindteam, in het VO-team in Oost.
Ik heb zelf een voorbeeld waarbij ik een vader sprak die aan het begin van het gesprek waarschijnlijk mijn naam had gemist. Die zei dat hij niet geholpen wilde worden door zo'n vuile Marokkaan. Hij was al ruim een uur met mij in gesprek en had niet door dat hij er, ja, dat hij iemand van Marokkaanse afkomst voor zich had. Dus soms is het ook gewoon het beeld wat iemand heeft. Ik maak ook vaak mee in het werk dat er gewoon niet iemand is van de eigen afkomst. En ik bied altijd aan een gezin van, joh, als er iets is waar wij niet uitkomen, ga ik op zoek naar een collega die er bij één of twee gesprekken bij kan zitten. Om mij iets uit te leggen. En dan kunnen we van elkaar leren. En vaak staan mensen er op die manier wel voor open. Hè, dus, ben ik wel benieuwd, even als vraag. Stel je voor, want je zegt net, als het niet kan, omdat er niet iemand is van dezelfde afkomst of dezelfde achtergrond. Stel je voor dat dat wel altijd zou kunnen. Zou je dan voor zijn? Nee, dus, nee, ook niet. Nee, want dan blijf je ook in hokjes denken. En dan blijf je Surinamers bij Surinamers, Marokkanen bij Marokkanen. En dat vind ik ook niet oké. Dus ik ben altijd eerst heel erg benieuwd van wat zit erachter. Kan mijn mannelijke collega niet op huisbezoek komen? Kan misschien iemand wel op kantoor komen of op een andere plek met iemand erbij? Ik bedoel, ik probeer wel altijd te kijken wat is er mogelijk. En natuurlijk is het soms ook helpend en ga ik soms wel echt op zoek naar een match op achtergrond of religie. Maar echt niet per definitie, dus nee, niet eens, niet oneens. Dus je zegt wel proberen om aansluiting te vinden, maar juist als soms ook als het een ander soort, iemand met een andere achtergrond is, laat ik het zo zeggen, dat is soms juist ook goed. Iemand kan, dat je je hulpverlener per definitie kan weigeren. En dat je wel met elkaar moet kijken van oké, waar zit die weerstand of waar zit die belemmering? En van daaruit, uit die antwoorden, kan je verder gaan kijken. Van wat is er helpend en wat niet? Maar het begint dus eigenlijk bij, je moet sowieso hulpverlening plaatsvinden. Want dat kun je niet weigeren. Als het vrijwillig is en ze willen niet, dan willen ze niet. En als er geen mogelijkheid is om dat op te leggen, ja, dan houdt het daar op. Maar ik vind wel dat je met elkaar moet gaan kijken van wat zijn de mogelijkheden en waarom wel, waarom niet. Dankjewel. Reacties hierop? Ja, dank je. Ik ben Amber, ik zit ook in het mbo-jeugdteam als jeugdpsycholoog. En ik vind wat Nadia zegt, ben ik het zeker mee eens. En ik denk, het hangt er zo van af wat de reden is waarom iemand zegt, hè, van ik wil bijvoorbeeld een gekleurde hulpverlener of een Marokkaans of Turkse. En dat moet je denk ik met elkaar afwegen. Wat is precies de achterliggende vraag? Ik noem maar wat. Stel, iemand heeft een gekleurd persoon heeft het gevoel dat hij misschien over het onderwerp racisme tegenover een witte hulpverlener niet gehoord wordt. Stel, hij heeft dat. Goed, dat weet je helemaal niet. Dus dat zou hij eigenlijk eerst moeten uitproberen. En als het dan niet werkt, oké, dan kan je altijd kijken van wat mis je en moet er iemand bij? Of, hè, dus dat is het eerste. Een vraag is misschien ook, ja, vinden wij dat wij hulpverleners met alle onderwerpen en in alle onderwerpen even goed moeten zijn, dat we alles moeten kunnen? Of kun je ook zeggen van nou, oké, ik hoor dat dit een beetje jouw vraag is. Misschien is mijn collega daar ook beter in. Dus daar kan je ook nog naar kijken. Van, vinden we ook dat we alles moeten kunnen? Eigenlijk. Dus zodra iemand aangeeft dat hij een andere hulpverlener wil, eerst goed onderzoeken. Wat is de reden? Waar komt dat door? Vragen stellen. Oké, dankjewel. Ik ben nog wel heel benieuwd naar een aantal studenten die in opleiding zitten hier. Is dit een onderwerp waar jullie in de opleiding over spreken? En zo ja, op welke manier? Ik zag hier, jullie waren volgens mij student? Nee? Oh, sorry. Hier. Is dit iets wat jullie in de opleiding besproken hebben? Ja. Mijn naam is Maisa. Ik doe de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. We hebben een heel mooi boekje, beroepsprofiel van de maatschappelijk werker en de beroepscode. En daarin staat eigenlijk ook van, mocht er geen klik zijn met de cliënt, dat het jouw taak ook is om dan iemand een betere match dan te vinden voor jouw cliënt. Want jouw cliënt staat centraal. Dus ja, het is wel naar voren gekomen. Alleen, ja, wanneer doe je het, wanneer niet? Wat is dan? En wat had jij gestemd? Ik had zelf gestemd eens als het gaat om religieuze achtergrond. Ik heb zelf tijdens mijn stage, ik heb in Rotterdam stage gelopen en nu loop ik stage bij Stichting Streetpro. In Rotterdam heb ik meegemaakt, een vader kwam langs,
Wij begeleiden jongeren, kwetsbare jongeren in Rotterdam. Een vader van Arabische religie gaf vrouwen geen hand. Ja, dan kun je heel veel doen, maar als hij geen hand wil geven, dan geeft hij geen hand. En dan was het dus dan ook de vraag aan de vader van, kunnen wij dan verder met de hulpverlening of moet ik een collega vinden die, waardoor het dan wel werkt? Uiteindelijk gaat het om de jongeren en dat de jongeren uiteindelijk op zijn plek terechtkomt en niet om mij. Oké, dus hier wordt gezegd dat de jongen staat centraal in de behandeling, dus uiteindelijk is de keuze daarop gebaseerd. Ik zag hiervoor nog een gebaar, klopt dat meneer? Ja, een gebaar van oneens? Ik ben in principe niet, ik ben oneens. Ik ben mee eens met, voor een optimaal behandelrelatie is wederzijds vertrouwen in elkaar onmisbaar, een goede samenwerking. Echter, we gaan op heel gladde grond, want de grondwet, u nergens mag gediscrimineerd worden op basis van ras, religie of geaardheid. Hier in dit vraag is vervolgens een afwijzing op religieuze gronden, dus is discriminatie. Ik denk als een hulpverlener, ik ben psychiatrisch verpleegkundige in een klinische setting. En als je hebt goede multicultureel competentiesmodels gevolgd, dan als het goed is, als allround praktiserende hulpverlener en met een beetje evidence-based ook, dan ben je cultureel sensitief. En als het goed is, kan je overwegen komen met tegenovergesteld religies en zienswijzes, met wederzijds respect daarvoor. En toch hou het bij waar het omgaat. Het hulpen van de hulp vragen in de beste manier. Met wederzijds respect voor uiteenlopende andere sociaal-persoonlijke opvattingen. Dus het is een heel gevaarlijke stelling. Wij moeten niet op religieus wijze zeggen, nou, oh, oké, je bent het niet mee eens dat ik christen ben en je moslim, ik ga een moslim voor je. Dat is eigenlijk de verkeerde pad op te gaan. Denk ik. U zegt altijd die grondwet is heel belangrijk om in de gaten te houden, dat het niet tot discriminatie bijvoorbeeld gaat leiden. En tegelijkertijd zegt u ook wel, het is wel belangrijk om de hulpverlening te laten aansluiten. Ja, dat hoeft sowieso. Als hij goed opgeleid is en heeft ook cultureel sensitief en heeft een beetje kennis van de belang en de waarde voor andere mensen, hun religie, hun cultureel achtergrond en kan daarmee inspelen. Terwijl je bent niet zelf een praktiserende, maar je kan wel inspelen en empathisch daarvoor. Zelfs is er een grote kans dat ze zou je accepteren. Maar als het gaat om principeel, nee, ik wil een imam hebben, nou, dat route moeten we niet gaan. Want dan krijg je een hele groep hulpverleners, misschien achterstallig, vers in het land. En uiteindelijk heb je een hele groep van, ik zeg maar, ver wegje staan. Die willen alleen door ver wegje staan hulpverleners begeleid worden. Het helpt niet, helpt niet met die integrering en smelting van de samenleving. Om even in te breken, want Thijs, volgens mij gaat onze volgende stelling eigenlijk precies over dit onderwerp. Misschien is het leuk om die nog even erachteraan te doen. Ik kijk even naar Lennart hoeveel tijd we nog hebben. Ja, dus laat. Dan gaan we naadloos over in de volgende stelling. En dat is de vraag wat de verantwoordelijkheid van de jeugdprofessional is in het zelf actief uitdragen. En hij is als volgt geformuleerd. Als jeugdprofessional moet je bereid zijn democratische waarden zelf actief uit te dragen. En ik heb als voorbeelden er even bij gezet. Acceptatie van seksuele diversiteit, vrijheid van religie en gelijkheid van man en vrouw. Dus die moet jij als jeugdprofessional, je moet bereid zijn om die zelf actief uit te dragen in je werk. Als je het daarmee eens bent, of oneens, steek het kaartje omhoog. Wat staat op je mening? Ik zie een heleboel mensen nog twijfelen, denk ik, want ik zie nog niet veel handen in de lucht. Er komen vooral eens. Zou iedereen hem nu zo hoog mogelijk in de lucht willen steken? Ik zie daar rechts achterin nog wat kaartjesloze handen. Toch overwegend groen, zie ik. Oké. Ik zie wel wat rode kaartjes ook. Maar wie wil toelichten waarom hij deze keuze gemaakt heeft? Misschien iemand beginnen. Waarom bent u het helemaal eens? Ja? Even voorlangs. Ik ben Joy Dekker en actief als peer education bij onder andere Diversion. En ik ben in mijn werk wel eens tegengekomen dat er toch wel wat seksistische dingen werden gezegd, ook bij mede-trainers. En ik ben er toch echt wel van overtuigd dat er bepaalde waarden zijn die je bij moet dragen als peer educator of als jeugdwerker. En ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja.
Dus jij vindt, zodra er iets gebeurt of zodra er iets voorvalt, moet je jezelf kunnen zijn en moet je ook zelf actief uitdragen dat je bijvoorbeeld tegen iemand die een uitspraak doet over homoseksualiteit of over... Ik denk dat het onderdeel is om je idealisme te laten zien en daar ook helder in te zijn. En dat betekent niet dat iedereen er gelijk 100% achteraan moet lopen, maar je moet het zeker weer terugkoppelen naar het kompas. Wel laten zien aan jongeren dat ze waar je voor kunt staan en daar actief in kunt zijn. Ja. Dankjewel. Dan loop ik even naar boven, want ik zag hier iemand die zei, nou hier ben ik het echt niet mee eens. Dan ben ik erg nieuwsgierig waarom. Dat dacht ik al. Ingrid Verdille, ik werk als jeugdarts in het MBO jeugdteam. Ik realiseer me wel even dat ik het heel erg voor mezelf als jeugdarts zeg maar heb beantwoord. Omdat ik heel erg merk van dat ik als arts zo neutraal mogelijk met leerlingen in dit geval om wil gaan. En in principe niet mijn eigen mening en norm en waar niet wil overdragen. Terwijl ik me wel bewust van ben dat ik die heb. Maar ik kan me wel voorstellen als je jeugdhulpverlener bent en bijvoorbeeld met groepen samenwerkt, dan zou ik met deze stelling wel eens zijn. Dus het heeft in die zin wel echt met mijn eigen functie te maken. En even doorvragend, wat maakt dan dat het in uw functie minder relevant is? Ja, dat is interessant. Dat heeft denk ik toch te maken met welke hulp ik verleen. Het gaat niet om ziekteverzuim begeleiden, maar om te kijken wat zijn de medische klachten. Hè, waar heeft iemand last van en wat heeft hij nodig aan onderzoek en wat kunnen we instellen als behandeling. Het is misschien wat zakelijker, ja, het klinkt zo, maar toch wat anders dan de echte jeugdhulp verlenen. Nog één, u noemde net geloof ik ook het woord neutraal. Vindt u dat u zichzelf in uw functie zoveel mogelijk neutraal op moet stellen ook, wat dit betreft? Ja, ik vind dat wel. Ik probeer het wel, ja, want ik heb, ja, omdat ik, dat, nee, dat vind ik dus ook, ja. Ja. Zijn er mensen die zeggen, nou, dat geldt voor mij eigenlijk ook? Ik zie mensen knikken, maar misschien wilt u dat toelichten? Ik zag u knikken, ja? Oh, deze rij, ik zag het goed. Ik ben Julia Steenmeijer, ik werk bij de beroepsvereniging, ik ben als ethicus. Ik zei bijvoorbeeld de beroepscode voor de maatschappelijk werker. Ik denk inderdaad dat neutraliteit belangrijk is. En hier zitten een aantal dingen in waarvan ik denk, ja, democratische waarden, hoe zijn die dan tot stand gekomen? Op het moment dat je persoonlijke waarden meelaat spelen in het werk, wie bepaalt dan wat de goede persoonlijke waarden zijn? Hè, wat zijn de democratische waarden en zijn we het daar überhaupt over eens? Dus ik denk dat je de bereidheid moet hebben om iedere cliënt te helpen, ongeacht seksuele diversiteit. Maar dat je heel erg moet opletten om het ook heel erg persoonlijk te maken. Want dan zeg je eigenlijk ook iets van, we vinden een aantal persoonlijke waarden wel de moeite waard om uit te dragen en andere niet. En wie bepaalt dan welke waarden? Ja, ja. Ik denk dat... Ja. Bijvoorbeeld gehoorzaamheid ten opzichte van autonomie. Dat is iets wat in bepaalde subculturen heel erg belangrijk is. En wat niet gedeeld wordt. Dus welke waarden zijn dan democratisch? En welke vinden we dan dat uitgedragen moeten worden? En wie bepaalt dat? Ik denk dat dat een... We hadden denk ik niet een mooie brugje kunnen hebben naar de paneldiscussie toe. Een aantal vraagstellingen waarover doorgepraat kan worden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. En het woord teruggeven aan Lennart voor het panel. Matthijs, Vivian, dank jullie wel. Jullie zijn nog wat verder het moeras ingetrokken, zoals Wim eigenlijk al een beetje aankondigde. We hebben het hier over het weerbarstige praktijkwerk, wat je een merendeel van jullie ook gewoon doet en waar je op dagbasis moet handelen, moet acteren. En we gaan met ons panel doorpraten aan de hand van een aantal casussen. Om te kijken wat kunnen we nou met die voorbeelden doen, om dat af te pellen, om te bekijken hoe je dan eigenlijk zo goed mogelijk als professional in kunt staan. Maar laat ik de leden van het panel allereerst eens even aan jullie voorstellen. Robin de Boot, die is directeur van de Volksbond Street Corner Work. Dat heette vroeger gewoon straathoekwerk, maar tegenwoordig is dat verengelst. Robin de Boot, mag ik jou vragen om plaats te nemen hier op deze gele stoel? Elma Draaier, dames en heren. Zij is schrijfster, columniste, publiciste, schrijft veel in kranten en tijdschriften en houdt zich al heel lang ook met dit thema bezig. Elma, mag ik jou vragen om in de meest rechtse stoel plaats te nemen? Janet Abouk, zij is gedragwetenschapper en ook praktijkhouder van de praktijk HSN. En ook haar wil ik vragen om plaats te nemen. Mag ik jou vragen om op de rode stoel plaats te nemen? Janet Abouk. En tot slot, Janine Prins. Zij werkt bij In Holland als docent social work, sociaal werk, mag ik ook zeggen van jou. En je bent ook trainer huiselijk geweld. Janine, ga je gang. Mag ik jou vragen om op de rode stoel plaats te nemen?
Zoals gezegd, een tweetal van jullie is gevraagd om een casus voor te bereiden, waar we als panel als geheel op gaan reageren. En Robin, ik heb begrepen dat jij de eerste casus met ons wil gaan delen. Vind je het handig om dat achter het katheder te doen of doe je dat vanuit de stoel? Nou, dat kan hier vanuit de stoel wel. Oké, ga je gang. Ja, ja. Een praktijkvoorbeeld echt gebeurd. Of ze hebben mijn vader en moeder mij altijd meegegeven dat dames voorgaan. Maar goed, ik laat me hier graag leiden door jullie. In dit geval is er een programma gemaakt en dat gaan we volgen. Nee, ik heb een casus bedacht en met als titel... Ik zeg maar dat ik hetero ben om gedoe te voorkomen. We hebben in Amsterdam en heel Nederland een super diverse samenleving. Super divers betekent dat heel veel van onze cliënten, zowel etnisch als religieus als qua gender, divers zijn. Maar dat geldt voor ook onze hulpverleners. Betekent ook dat we binnen ons werk, zowel in de jeugdhulpverlening als in het sociale werk, dat we voldoende interculturele competenties moeten hebben en gender divers sensitief moeten zijn. Maar dat is nog onvoldoende het geval. Ik ben actief via mijn organisatie in de dak- en thuislozenketen in Amsterdam. En we hebben vanuit alle instellingen samen met de gemeente een onderzoek zijn we nu aan het doen naar de mate waarin onze dak- en thuisloze jongeren, jongvolwassenen, je hebt het toch vaak over 18, 23, 25 jaar, in hoeverre die vanuit hun LHBTI-achtergrond extra problematiek ondervinden. En ik heb een stukje uit het interview en dat wil ik graag voorlezen. Het is algemeen bekend dat ik een homoseksuele jongen ben. Ik heb specifiek in die periode gevraagd of het mogelijk was om met een andere homoseksuele jongen op een kamer te liggen. Of in ieder geval in een ruimte een tweepersoonskamer. Uiteindelijk kwam ik terecht in een vierpersoonskamer en er werd geen gehoor gegeven aan mijn verzoek. Terwijl een zwangere vrouw of twee vrouwen samen, dus meisje-meisje, wel een andere kamer kregen. Ik voelde me toen wel buitengesloten. Er is me wel eens door hulpverleners gevraagd, ben je homo? En zelfs een keer hoe ik ermee omga. Maar dan gingen ze al snel weer naar een volgend punt. En zo voelde ik me dus altijd een nummertje. Ze bespraken meer de standaard dingen, bijvoorbeeld of je wel een condoom gebruikt. Maar het was wel een groot probleem. Er werd aan mijn spullen gezeten. Ik werd uitgescholden. Ze dachten dat ze alles bij me konden maken. Ze dachten dat is toch een zwakkeling. Ik zat daar tussen jongens die net vrij kwamen uit de gevangenis. Ik werd bedreigd. Er werd heel vervelend aan me gezeten. In de zin van duwen. En dan kan je wel naar de leiding gaan, maar ja. Dat is het citaat. En ik vind dat alleen op basis van deze X-1 onderzoek, dit ene interview, dat je al kan stellen dat onze instellingen, ook al zijn ze wel bewust bezig met genderdiversiteit en maken ze onderwerpen als seksualiteit en geaardheid maken ze wel bespreekbaar, dat hieruit wel blijkt dat we nog onvoldoende ruimte bieden aan LHBTI-jongeren. Dat roept dus spanning op. De jongen geeft heel duidelijk aan dat hij behoefte heeft aan veiligheid en om zichzelf te kunnen zijn. Hij verdient ook een woonsituatie, een woonplek waar die veiligheid geboden wordt. Alleen we zijn dus niet altijd in staat om dat te bieden dwingen hem eigenlijk in een hele onveilige situatie. Natuurlijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Artikel 1 van de grondwet, werd net al aangerelateerd. Maar in de dagelijkse praktijk hebben we toch te maken met schaarste en moeilijke keuzes. En ik denk dat dat dus zo'n waardebotsing is waar we last van hebben. We willen een diverse samenleving. En dat betekent ook dat we de jongeren die bij ons wonen, dat we ze tolerantie en acceptatie mee willen geven, ze dat ook leren. Dus je kan zeggen van ja, ga die confrontatie maar aan met elkaar en begeleid dat goed. Aan de andere kant, en daar lijkt het wel steeds meer op, en dat geeft deze jongen later ook aan, dat hij behoefte heeft toch aan een specifieke woonvoorziening, specifiek voor LHBTI-jongeren. Ik denk dat veel van onze dak- en thuisloze jongeren
Dat is in ieder geval vanuit internationaal onderzoek wel bekend, dat in meer dan gemiddeld dat die LHBTI-achtergrond een oorzaak is voor een problematiek. Dus dat betekent dat je dat juist bespreekbaar moet maken om in die hulpverlening effectief te zijn. Tegelijkertijd weten we ook met die superdiverse medewerkerspopulatie die we hebben, dat er ook tal van medewerkers zijn, of ze nou religieus de islam aanhangen of het christendom, dat die niet altijd tolerant zijn ten opzichte van homoseksualiteit. En dat maakt het nog weer extra spannend van hoe gaat een werker met zijn professionaliteit op en hoe bakent hij dat mooi of met zijn, nou ja, zijn eigen overtuiging daarin. Nou ja, betekent wat mij betreft dat dat voldoende aanleiding is om als organisatie met je medewerkers en de cliënten en hun omgeving goed het gesprek te blijven voeren. Om eens te kijken van wat vinden we nou wel acceptabel en wat vinden we nou niet acceptabel. Weet je ook hoe het nu uiteindelijk is opgelost in dit geval? In dit geval heeft die jongen het volgehouden en is uiteindelijk gewoon in het normale traject wat we doen met die jongeren. Heeft hij geleerd om meer zelfstandig te wonen en heeft hij een eigen woonruimte gekregen. Ja, maar in de opvang zelf. En hij is actief als ervaringsdeskundige. Ja, maar in de opvang zelf is er niets geïnterveneerd, er is nog niks veranderd. Nee, omdat we qua normen en waarden ook wel heel erg uitdragen dat we nog geen hele specifieke voorzieningen voor LHBTI-jongeren hebben. Oké. Okay. Wie van jullie wil erop reageren? Gewoon op basis van deze casus. Ja? Ik hoor... Janet Abouk, ga je gang. Ik hoor, als ik zo hoor wat deze jongen eigenlijk zegt vanuit eigen ervaring, dan hoor ik vooral een jongere die zich niet gehoord voelt, die zich niet veilig voelt. Dus even los van, zijn de voorzieningen wel beschikbaar, is het een jongen die prima gehoord had kunnen worden door een hulpverlening met de juiste competenties. En volgens mij is dat wat de jongeren steekt. Juist niet gehoord worden, hè, die onveilige gevoel die er is. Maar dat is wat ik even uit die citaat haal. Dat is ook goed, want we kunnen natuurlijk nooit helemaal precies in deze praktijk kijken, maar we kunnen er wel gewoon vragen over stellen en onszelf voorstellen wat er anders en beter had gekund. Wat had jij nou bijvoorbeeld kunnen toevoegen? Wat vind jij dan dat een professionele hulpverlener had moeten doen? Ik vind die competenties heel erg belangrijk. Even los van die waarden die mogelijk kunnen botsen, denk ik dat die competenties heel erg belangrijk zijn. Dat daar ook in de opleiding heel gedegen aandacht voor moet zijn. Hoe zorg je ervoor dat op het moment dat er inderdaad sprake is van ethische dilemma's of waarden die botsen, hoe ga je daar dan mee om? En hoe zorg je dat het gesprek gaande blijft? En dat je op zoek gaat naar een context, een omgeving waar in ieder geval de cliënt zich altijd gehoord en goed, veilig maar voelt. Ik ben de jongen, ik zeg tegen jou als hele ervaren hulpverlener, ik voel me hier niet veilig. Wat doe je dan? Ja, allereerst het gesprek daarover aangaan. En ik denk het punt van de professionele eenzaamheid, ik denk met dit soort kwetsbare dilemma's of situaties, dat je nooit alleen moet optrekken. Als je altijd op zoek moet gaan naar het team, naar je collega's, van goh, hier worstel ik mee, of dit is er gaande, hoe gaan we hier samen optrekken? Nou wordt er gezegd, als het twee vrouwen betrof, ja, dan hadden ze een aparte ruimte kunnen krijgen, want dat is blijkbaar wel de praktijk. Wat had deze professional of dat team dan uiteindelijk moeten beslissen? Ja, dat is lastig. Maar volgens mij op het moment dat dat wel kan, indien het om twee vrouwen gaat, ik neem aan dat er beleid voor is of dat daarover nagedacht is. Ik zou in ieder geval het gesprek intern in de organisatie daarover aangaan. Wat maakt dat we die keuze maken als het om twee vrouwen gaat? En wat maakt dat we een andere keuze maken als het om twee jongens gaat? Dus ik neem aan dat daar... Nou, we horen straks een reactie van Robin nog even, Elma. Ja, ik krijg de indruk uit dit verhaal dat er dus inderdaad helemaal niet een één lijn is getrokken door de organisatie over dit soort kwesties. En dat vind ik eigenlijk het verdrietigste van allemaal. Dat zo'n jongen dan inderdaad het gevoel krijgt dat hij niet gehoord is. Wat ik weet van dit soort kwesties is dat het ontzettend belangrijk is dat de organisatie, of het nou de school is of een hulpverleningsorganisatie, heel goed uitstraalt wat ze verwacht van de medewerkers of niet. En die medewerkers enorm steunt als er iets misdreigt gaan. En enorm duidelijk is in haar boodschap. En ik heb de indruk dat dat dus in dit geval helemaal niet zo is. Want dat had nooit kunnen gebeuren. Dan wist zo'n medewerker meteen, nou, dit is niet in de haak en ik moet hier nu iets aan doen. En daar hebben we dit met z'n allen over afgesproken. En ik krijg nu steun van mijn leidinggevende hiervoor.
En nu gaat het zo gebeuren. Een helder kader, omdat je zegt, nou, het zal vast niet de eerste keer zijn dat dit probleem zich meldt. Daar hebben we afspraken over. Dan weet vervolgens iedereen wat hij moet doen. Ja, en ik vind het ontzettend verdrietig dat zo'n jongen zich inderdaad dan niet gehoord voelt. En terecht wijst hij naar het geval van vrouwen die wel dan een eigen voorziening krijgen. Dat is ontzettend verdrietig. We maken het Robin nog niet makkelijk, want Janine gaat eerst nog op reageren. Ja, ik zit te popelen. Nou, wat ik hoor is, wat ik jou ook hoor zeggen, is dat je het hebt over, ik vind dat in een opleiding aandacht moet zijn, hè, voor de competenties, dat er voldoende aandacht moet zijn om dit dus de studenten ook mee te geven, de studenten in opleiding die met deze doelgroep gaan werken. Nou, als ik kijk naar de opleiding, dan wordt daar heel veel aandacht aan gegeven. Als ik kijk ook naar de competenties, wordt daar ook heel veel aandacht aan gegeven. Ik begeleid zelf ook studenten in het derde jaar. En wat ik zie, en dat valt mij vooral nu op, is dat de stap zeg maar, van school, wat je studenten meegeeft en in het leren zitten, naar de praktijk, waar ze opgaan in de praktische dingen regelen. Want er moet dit geregeld worden, moet dat geregeld. Ze hebben al schulden tot hier en dit en dat. Er moet zoveel gedaan worden, waar jongeren tegelijkertijd ook nog best wel weer veel ruimte krijgen. Want ze mogen inmiddels ook zelf weten, want ze zijn 18 plus. Want ze mogen, dus ze krijgen het gelijk ook ruimte. Wat ik mis is ook binnen collega's, dus sowieso onderling, maar ook met de jongeren, een afstemming, bij wijze van spreken al themaavonden. Maak dit onderwerp eens bespreekbaar. Maak het bespreekbaar onder de collega's, maar ook met de jongeren zelf. En daar is ruimte genoeg voor. Je mag zo reageren. Naima was het, geloof ik. Nadia. Nou, we komen zo bij Nadia, maar ik wil even Robin de gelegenheid geven om te reageren. Ja, ik ben het natuurlijk met alles eens. En dat is ook wat we doen. Ja. Maar desalniettemin. Ik heb deze casus natuurlijk wel uitgehaald. Dat ondanks scholing en beroepsethiek en professionele attitude, intervisie, richtlijnen maken, de schaarste op een goede manier verdelen, dat dit dus toch nog voorkomt. Ja. En dat heeft dus niet alleen te maken met organisatiebeleid, want dat kunnen we voor een deel tackelen. Hoewel, en dat geldt volgens mij niet in dit geval onze voorziening, maar er is gewoon een plek aan opvang. Dus zeker als het gaat om crisisopvang, hebben we gewoon maar een beperkt aantal plekken. En dan is dus wel het beleid, als er een aantal jongens zijn en een aantal vrouwen, dat we zoveel mogelijk de jongens en vrouwen gescheiden houden. Om die meisjes ook voldoende veiligheid te bieden. Er is vaak, en dat is dus hier niet goed gegaan, er is vaak incidenteel wel de mogelijkheid om voor zo'n jongeren optimaal te matchen, maar niet altijd. Wat hier in ieder geval wel blijkt is dat het onvoldoende met hem besproken is. En dat het uitgelegd is. En gekeken is wat er nog aan mogelijkheden is om dan wel voldoende veiligheid te bieden. Ik heb nog een vraag. Want hoe is het toch mogelijk dat er dus ook medewerkers rondlopen die daar problemen mee hebben? Dat is toch een kwestie van wat je ook uitstraalt als organisatie. Dat je zegt, ja maar als jij hier werkt, dan dien je je opvatting privé te houden over weet ik wat. En als professional straal je iets heel anders uit. Dat moet toch glashelder zijn? Nou, maar dat is ook glashelder. Ik bedoel, was het maar zo simpel. Hè? Als wij de gesprekken hebben met de medewerkers over LHBTI-problematiek, dan heeft iedereen die houding. En dat straalt men ook uit. Alleen onderhuids voelen jongeren dus niet altijd die ruimte. En dat heeft te maken met misschien in de drukte van de dag, dat dit een onderwerp is wat gevoelig is en dat je er echt goed voor moet gaan zitten. Dat het makkelijker is om te hebben over je schuldenproblematiek en het aanvraag van je uitkering. In plaats van eens even goed door te vragen over of iemand een vriendje heeft of een vriendinnetje. En als hij een vriendje heeft, of je het daar ook mee doet en wat dat betekent en of je zich veilig voelt. En dat gesprek wordt vaak genoeg wel aangegaan. Alleen niet altijd voldoende. Overigens, ik vind het toch wel even belangrijk om het ook te zeggen. Iedereen die zo'n casus hier ook vandaag meeneemt, dat gold ook voor de sessie vorige keer. Ik vind het heel erg goed, want je maakt jezelf kwetsbaar ook als organisatie. Je krijgt natuurlijk gewoon professionele kritiek en behulpzaamheid. Waarom doe je niet dit of niet dat? Dus dat wil ik toch nog wel eventjes nadrukkelijk hebben gezegd. Maar we gaan hem ook weer verdiepen en verbeteren. Heb jij daar een aanvulling of een vraag? Nou, er werd net heel mooi gezegd van ja, dan doe je een themaavond. Maar bij sommige groepen of bij sommige instellingen is er een bepaalde basisveiligheid niet of verandert de setting zo snel dat je ook niet zomaar elk onderwerp als themaavond aan kan bieden. Nee. Dus dan moet je echt wel kijken, want zoveel jaar geleden tijdens mijn opleiding leerden we ook van nou, dan doe je een informatieavond of dit.
je moet echt wel kijken naar je groepssamenstelling. Van hoe ga je hem erin brengen? Want als een jongen net heeft verteld van... ik voel me niet altijd veilig, door mijn geaardheid. En jij hebt morgenavond een themaavond. Jongens, we hebben het over, over homoseksualiteit. Hoe voelt zo'n jongen zich dan? Hoe wordt daar vanuit de groep op gereageerd? Ja. Dus ik vind dat je daar ook als instelling een stukje veiligheid in te bieden. Ja, dat kun je niet meteen één op één vertalen. Ik ben een collega van Nadia en Anita. En ook ouder- en kindadviseur, maar praktijkonderwijs. Dus LVB, maar ook nog nieuwkomers. En ik maak het omgekeerde mee. Namelijk dat als er, dat er dan een docent naar me toe komt van... die en die is homoseksueel. En ook nog Ghanees, zwaar in de kerk. Ik denk dat je daar een gesprek mee moet hebben. Maar de jongen die loopt daar blijmoedig rond op school. En niks aan de hand. En zo zijn er meerdere. En dan heb ik zoiets, wie ben ik als ouder- en kindadviseur... om dat te gaan problematiseren. Mm, ja, snap je? Dus als die jongen er zelf niet mee komt... of zijn ouders komen er ook niet mee, dan blijf ik er vanaf. Oké, maar dat begrijp ik goed. De casus waar het hier natuurlijk om draait... is dat iemand het wel adresseert en er ook voor uitkomt... die geaardheid ook benoemt. En vervolgens ook zegt, vanuit die positie voel ik me onveilig. Ja, maar ik zeg het alleen omdat ik ook merk dat soms het omgekeerde... Ja. gebeurt. En het is niet voor het eerst dat ik dit meemaak. Ja. Het gebeurt wel vaker dat... Mag ik dat een beetje... Maar het is heel onerbiedig hoor. Dat kan net zeggen, maar dat is heel onerbiedig wat ik dan als buitenstaander doe. Maar dat natuurlijk misschien ook wel een beetje in jullie vakgebied zit. Dat je als een soort van robot iedereen zo zoomt. Zo van, wat hebben we hier, hè? Oké, nou, misschien ingewikkeld. Weet je? Dat kan toch? Dat hoeft helemaal niet zo. Nee, precies. Nee, maar ik bedoel meer dat er een beetje in zit dat je iedereen op die manier scant, als het ware. Van waar zitten de mogelijke probleempjes? Even terug naar de casus. Want Robin, je zou ook kunnen hebben gedacht, of misschien vanaf nu ook kunnen afspreken. Weet je wat, deze vrij jonge, kwetsbare homoseksuele jongens, die zetten we gewoon bij de vrouwen. Ja, ik vraag het maar. Ja, volgens mij is dat best ingewikkeld. Dat kan. Maar die diversiteit is zo groot. Hè. Transseksuelen zijn er, mensen met interseksen. Juist in Amsterdam zien we bij deze doelgroep dat behoorlijk veel voorkomen. De vraag is hoe ver je moet gaan met allemaal specifieke voorzieningen maken. Uh-huh. Want je wilt toch ook leren om echt daadwerkelijk samen te leven. Het zou best een oplossing kunnen zijn, hoor. Want uiteindelijk denk ik, het blijft maatwerk. Want voor heel veel jongeren die homoseksueel zijn, is het gewoon prima om in een gemengde groep en die handhaven zich daar prima. Mm-hmm. Het uit de kast trekken, ook dat zien we. Dat witte professionals of dat die het gevoel hebben van je moet uit de kast komen, want dat is goed voor je ontwikkeling. Terwijl voor heel veel jongeren dat alleen maar de problematiek vergroot. Dus daarom is het natuurlijk ook een hele waardebotsing. Hè? Als je het heel extreem bekijkt, zijn de oplossingen heel makkelijk. Maar als je heel erg inzoomt op complexe, die wicked problems en complexe problematiek, dan wordt het zoeken. Ja. Nou, hebben jullie net aangegeven, en Jennet, jij begon er al over, we hebben eigenlijk een heleboel capaciteiten meegekregen vanuit de opleiding. We weten eigenlijk als professional hoe we ermee om moeten gaan. Wij moeten dat gesprek vooral faciliteren. Maar na zo'n gesprek wil je natuurlijk zeker als deze specifieke casus, deze jonge homoseksueel, wil je natuurlijk ook gewoon een praktische oplossing hebben. Ja. Hoe had jij het uiteindelijk praktisch opgelost? Nou, ik wil eigenlijk even terugkomen. Ik heb een hele tijd ook gewerkt als docent het hoger onderwijs. En van wat ik van die tijd weet is, wat mij betreft, zijn dit soort dilemma's te weinig echt aan het bod gekomen. En misschien zit er nog een verschil in tussen Amsterdam en, ik zal de stad maar even niet noemen, gezien we beperkte hogescholen hebben in bepaalde steden. Maar goed, wat mij betreft is daar echt nog een kans, hoor, om daar met elkaar heel concreet en heel gedegen naar te kijken. En met name ook je eigen referentiekader. Wat doet het op emotioneel niveau met mij? Wat vind ik er zelf van? Hoe verhoud ik me tot inderdaad die democratische waarden? Wat maakt dat het ene superieur is dan het ander? Want daar zit ook een spanningsveld. Dus op dat niveau met elkaar het gesprek aangaan, studenten, dus aankomende professionals, eigenlijk weerbaarder maken voor dit soort echte situaties. Ik denk dat daar nog echt wel een slag te winnen is.
Anderzijds vraag ik me heel erg af, inderdaad, het zou heel makkelijk zijn als we een oplossing hebben die we kopiëren in alle situaties. Maar het is maatwerk. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd van wat heeft er in die situatie plaatsgevonden? Wat is de interactie geweest tussen hulpverlening? Maar vooralsnog een hele praktische oplossing, ja, veiligheid. En wat mij betreft, en ik heb die luxe omdat ik in mijn eigen praktijk werk en ik dus niemand boven me heb die tegen mij zegt, joh Jeannette, je bent te ver gegaan. Veiligheid is wat mij betreft echt het allerbelangrijkste. Dat jongeren veilig zijn, fysiek, emotioneel. En daarnaast hopelijk zich ook veilig voelen. Dus daar ligt echt mijn prioriteit. Als ik denk dat daar de opmerking van Elma ook naar voren kwam. Van dat is toch iets wat in je grondslagen als organisatie is verankerd. Dat je zegt, ja. wij garanderen in principe van iedereen die hier binnenkomt die emotionele en fysieke veiligheid. Ja. Ja. Robin? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar goed, daar zijn we het natuurlijk nooit over oneens. Mm-hmm. Ik denk, maar goed, dat is natuurlijk ook de reden waarom we met alle organisaties in Amsterdam die zich met deze doelgroep bezighouden, dit onderzoek ook doen. Om dit boven water te krijgen. En nog weer eens te kijken van, hebben we de oplossing wel voldoende scherp in beeld en bieden we wel voldoende maatwerk. Ja. Ik hoop en ik verwacht dat als over een paar maanden de resultaten van dit onderzoek ook gepubliceerd worden, dat we daar zowel met de gemeente beleidsmatig als instelling ook gaan kijken van, ja, wellicht heb je voor deze groep dus een aantal maatwerkvoorzieningen nodig. Gelukkig biedt de hele afbouw van de grote voorzieningen naar kleinschalig wonen in de wijk, biedt ook de mogelijkheid om geclusterd wonen aan te bieden voor deze groep. Okay. Maar voor een deel gebeurt dat. Een aantal vragen of reacties nog vanuit de zaal op basis van deze casus. Hoe je het misschien zelf had kunnen aanpakken of je het herkent. Begin ik even bij u. Dank je. Ja, misschien een soort open deur, maar ik denk wel eens van, kan het, stel als je echt vanuit je eigen zijn, vanuit je religie, vanuit jouw gevoel, ik geef maar voorbeeld, homoseksualiteit, echt denk dat het slecht is, dat het duivels is, kan jij dan als hulpverlener goed dit werk doen? Dat vraag ik me af. En misschien, het zou ook een ander voorbeeld kunnen zijn hoor, abortus of iets anders. Ik heb wel eens ook met mijn werkgever een paar jaar geleden hadden we ook zo'n discussie dat ik ook wel zei van, eigenlijk in het sollicitatiegesprek, hè, wat doen we? We checken een aantal dingen. Maar dit zijn eigenlijk de kerndingen waar je het met elkaar over moet hebben. En dan moet je ook kijken, hoe ga je dat dan meten en hoe zit dat dan? Maar volgens mij is dit best even een paar stapjes terug een belangrijk gesprek om met elkaar te voeren. Ja, je zegt dat zou je dan eigenlijk bij de sollicitatie al willen doen. Dat je een soort waardedeling doet bij de scholing. Je kunt ook zeggen dat zouden collega's met elkaar kunnen bespreken, elkaar er ook op aanspreken. Robin, is dat ook iets wat naar voren komt naar aanleiding van het onderzoek? Van ja, hoe staan eigenlijk onze hulpverleners daar nou zelf in? Ja, dat gaat er wel uitkomen. Waar ik me vooral helemaal gelijk in geef, is dat je als professionals onderling dat gesprek moet voeren. En hoe openlijker dat gebeurt, hoe meer je ook de vinger legt op daar waar je vindt dat een medewerker, en tot nu toe komt dat bij ons nog niet voor, waarvan je vindt dat er onprofessioneel gehandeld wordt. En wat we natuurlijk allemaal doen is in een medewerkersreglement dat terugvertalen of relateren aan beroepsethiek, artikel 1 van de grondwet, de universele verklaring van de rechten van de mens. Dus dat soort hele basale uitgangspunten die we in onze rechtsstaat hebben, die verankeren we. Als mensen over de grens gaan, wat ons betreft, dan heeft dat natuurlijk ook consequenties. Maar mensen gaan niet zo snel over die grens. Daarom is dit ook een casus. Deze jongen die wordt niet gediscrimineerd. Maar het zit veel subtieler. Ja, het is een gevoel dus heb je het van over onveiligheid. Oké, ja, ook al heb je je persoonlijke overtuiging als hulpverlener, hè, maar ben je dan ook in staat om voldoende ruimte te bieden en openheid te bieden aan? Oké. En waar we het bij een vorige, bij die stellingen over hadden, van ja, en als je dat dan vindt dat je dat niet bent, omdat je te principieel vindt dat je uit de kast moet komen terwijl je een jongen hebt die dat niet wil, dan moet je toch afvragen of jij wel de beste hulpverlener bent en of een collega niet die casus over moet nemen. Oké. Andere opmerkingen nog naar aanleiding van dit voorbeeld, deze casus. Wie? Ja. Ik heb wel als hulpverlener zijnde een beetje het idee alsof ik tegenwoordig en alles moet weten, alles moet kunnen. Of ik overal verstand van moet hebben. En vooral precies moet weten wat ik moet doen
in het geval van veiligheid. Kijk, in deze zaak, met dat veiligheidsaspect, had gewoon gehandeld moeten worden. Punt, klaar. En dat is gewoon ja, niet opgepakt. Maar we zijn wel vooral ook mensen. En ook wij maken wel fouten. En wat ik ook nog wil meegeven is, ik werk zelf al 23 jaar met jongeren. En dit interview is prachtig. Maar in hoeverre is het precies zo gegaan zoals jij het in dat interview hebt staan? Vind ik ook een hele interessante, want daarvoor zou je ook de hulpverlener erbij moeten halen. De twee kanten van het verhaal, ja. Maar nog even terug naar wat je net daarvoor zegt, vind ik wel interessant. Heb je nou het gevoel dat je te veel verschillende vaardigheden nodig zou moeten hebben? Dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk een duizendpoot moet zijn, bedoel je dat? Ik kan dat gewoon, maar... Ja. Nee, het, weet je, met die hele overgang, die hele transitie in de jeugdzorg, in één keer moesten we ook van alles kunnen. Dus ook dingen waar je eigenlijk nog nooit mee te maken had gehad, moest je in één keer kunnen. En ja, we zijn wel met z'n allen hartstikke verantwoordelijk voor de dingen die we doen. We worden er ook op aangesproken als we het niet goed doen. Wat ik overigens echt niet verkeerd vind. Begrijp me echt niet verkeerd. Mm. Maar ik vind wel dat er in dit soort gevallen dat de ondersteuning naar de medewerkers toe echt wel wat wel wat beter mag zijn. Dat in ieder geval wel geborgd is. Oké. Tot slot. Janine, ik wilde jou dat ten slot nog even vragen. Er werd al eventjes door Janet Aboek gezegd. In een aantal opleidingen is er nog wel te weinig aandacht voor die casuïstiek, voor die voorbeelden. Hoe je dat nou in de praktijk moet oplossen. Ben je dat met haar eens? Doen we dat toch nog wel een beetje te weinig? Is het nog te veel handboek en niet de praktijk? Nou ja, ik kan alleen maar spreken voor onze opleiding. En ik denk als ik kijk naar het opleidingsprogramma zoals die er nu ligt en ook hoe we in ontwikkeling zijn, denk ik dat onderwerpen als diversiteit, seksualiteit, maar ook het systeemgericht werken, netwerk. Ja, ik denk dat er bij ons op de opleiding voldoende aandacht aan wordt besteed. Bij ons zit in ieder geval in het derde jaar heel goed verankerd de supervisie. Die één keer per twee weken, dus dat ze echt in een kleine groep casus moeten inbrengen. En dat is dus geen vervormde vorm van therapie, maar echt beroepsgerelateerd. Van waar loop je dan tegenaan? Om dat helder uiteen te zetten en om dus geconfronteerd te worden met je eigen normen en waarden. Daarnaast is er nog de studieloopbaanbegeleiding. Ja, ik denk dat derde jaar heel belangrijk is. En zeker ook reflecterend kan daar ook echt nog wel wat gehaald worden. Net als dat ik dus echt ook wel van mening ben. Maar ik kom zelf ook uit de beroepspraktijk. Ik heb altijd voor jeugdzorg gewerkt. Dus ik zie ook dat je opgaat in de dagelijkse gang, zeg maar, van... en ook hoe het steeds bureaucratischer wordt, hè. Dus dat er ook steeds minder ruimte en aandacht is voor bijvoorbeeld die supervisiebijeenkomsten of voor intervisiebijeenkomsten. Dit is wel zorgelijk, want aan de ene kant roepen we allemaal een goede professional, die heeft juist handelingsruimte nodig. Die moet met al zijn kwalificaties gewoon ter plekke elke situatie aan de orde kunnen hebben en dat op kunnen lossen. Ja. Maar je zegt aan de andere kant zit er die enorme regeldruk. Ja. En heb je die vrije professionele ruimte, zoals dat heet, eigenlijk minder? Nou ja, dat is in ieder geval... Ik ben 3 jaar geleden dan gestopt bij de jeugdbescherming. Tot die tijd, toen werd het... En dat is een van de redenen waarom ik gestopt ben. Vanwege dus ook wat die mevrouw net zei, de transitie. Het is een enorme bureaucratische toestand geworden, waarvan ik wel dacht van, je hebt wel de tijd nodig om ook met collega's over bijvoorbeeld dit soort onderwerpen goed met elkaar ook stil te staan met wat betekent dit nou? Want iedereen staat er anders in. Ja. Ook in je eigen team. Dus en op het moment dat er geen ruimte is om dat te bespreken en je moet daar zelf ruimte voor zoeken, ga je de mensen zoeken met wie jij het goed kan vinden. Nou, dan zit je toch al mee op één lijn. Maar dat gaat juist ook om die mensen die je zo weinig spreekt. Oké, helder. Mag ik iets toevoegen? Heel kort, want we gaan naar de tweede kaas. Dat is in het verlengde van wat jij zei, wat met die transitie natuurlijk gebeurt, is dat we heel veel professionals vanuit verschillende achtergronden bij elkaar zetten en zeggen van, jullie zijn nou een generalistisch wijkteam. Maar het maakt nogal uit of je geschoold bent als jeugdbeschermer
of als straathoekwerker, meidenveldwerker, hoe je bijvoorbeeld bij een jonge moeder de situatie rond die moeder en dat kind taxeert. En wat gewoon heel belangrijk is, dat die professionals voldoende tijd krijgen om met elkaar dat gesprek te voeren. Precies. Om van elkaar te snappen waarom jij er zo in zit en ik er zo in zit. Om dan vervolgens voor die cliënten te kijken, maar ook voor dat kind in dit geval, van wat is nou de beste oplossing. Even voor duidelijkheid, is daar dan nu, vind je, te weinig ruimte voor? Ja. Nou, er wordt ontzettend veel vergaderd. Er wordt ontzettend met elkaar gesproken over dit soort dingen. Alleen structureel, bij casuïstiek zit er wel een enorme druk op om je quotum te halen. Okay. Dus ik vind dat wel iets wat terecht wordt aangegeven, dat we voldoende ruimte moeten bieden voor dat gesprek. Ik stel voor dat we de tweede casus ter hand nemen. Janine, jij gaat hem inleiden. Ga je gang. Ja. Dit gaat om een tweedejaarsstudent. Die kwam in de studieloopbaanbegeleiding. Een Marokkaanse jongen. En hij kwam binnen en ik wilde hem een hand geven. En hij zei, nee, ik geef geen hand. Ik zeg, oké, geen probleem. En we gingen zitten. Ik zeg, maar god, leg eens uit. Want ik heb eigenlijk nog nooit zo direct begrepen waar dit vandaan komt. En ik begrijp ook dat het voor iedereen weer verschillend is. Waarom wel, waarom niet. Nee, zegt hij, maar dat ga ik niet doen, want daar heb ik gewoon geen zin in. Ik zeg, maar daar heb je geen zin in. Dus daar ging ik eigenlijk vooral. Dus die hele hand maakte me niet zo heel veel uit, maar wel op, daar heb ik geen zin in. En toen zegt hij, nee, maar ik ben er een beetje moe van, want dit was 2-3 jaar geleden. Dus de Marokkaanse jongeren waren heel negatief in het nieuws. Ik zeg, maar moet je horen, je hebt zo'n baard, je hebt opgerolde broekspijpen, je komt binnen, je wil mij geen hand geven. Is het heel raar dat mensen gaan denken, oh god, IS. Nee, zegt hij, ja, zegt hij, dat is heel raar en dat wil ik ook niet. Ik zeg, maar leg me dan uit waarom jij mij geen hand wil geven. En je hoeft dat wat mij betreft ook helemaal niet nu te doen. Maar ik wil het echt heel graag van je horen. Nou, wij zijn verder het gesprek aangegaan. En begin van de avond kwam een e-mail binnen, 's avonds, waarin hij mij 3 mail, kantjes mail heeft geschreven met allerlei versen uit de Koran erbij, waarom hij mij geen hand gaf. Nou, ik was echt geraakt, want ik vond het heel erg te waarderen dat hij dus de tijd had genomen om dat helemaal uit te zoeken en met de versen en alles erbij. Dus de volgende studieloopbaanbegeleiding was het onderwerp van gesprek van, nou, hé, je hebt dat helemaal op papier gezet. Maar jij gaat als derdejaarsstudent, je wil heel graag bij de gemeente Amsterdam stage lopen. Nou joh, dat is een vergadercultuur. Dus waar je binnenkomt, mensen gaan jou een hand willen geven. En 3 pagina's uitleggen lijkt mij een beetje lang. Misschien moet je een verkorte versie gaan maken en heel kort nadenken, kort maar krachtig, waarom jij geen hand wil geven. Nou, we hebben daar een heel jaar over gedaan en hij is tot een verkorte versie gekomen uiteindelijk toen hij het werkveld inging. En ik was daar heel tevreden over. En toen ik dat dus ook besprak met collega's en ook met studenten, merkte ik dat er toch nog opmerkingen kwamen van, nou ja, belachelijk. Die jongen die moet gewoon. We zijn hier gewoon in Nederland, we zijn gewend, dat zijn hier de vormen, zo stellen wij elkaar aan elkaar voor. En ik merkte dat ik daar ook weer van schrok, net als in de eerste instantie van die jongen schrok, dat hij zei, ja, maar daar heb ik geen zin in. Dus ik dacht wel, het blijft een hele interessante casus, want dat wat je doet, wat doe je goed? Nou, ik ben benieuwd naar de reactie van ons panel. Mag ik met Elna beginnen? Ja, ik vrees op het moment dat de tolerantie voor handenschudweigeraars tamelijk gering is. Ik maak altijd de vergelijking met seks, daar kun je niks aan doen. Hè? Jij kunt niks doen dat je vrouw bent. Nee. Ik kan er ook niks aan doen, zo word je geboren. Er zijn nog een paar dingen waar je niks aan kan doen, namelijk ook je huidskleur. Zouden wij het heel normaal vinden als iemand zou zeggen, nou sorry, maar ik geef mensen met een donkere huid, geef ik nou helemaal geen hand. Dat mag ik niet van mijn God, van mijn geloof. Dat zouden wij niet zo snel accepteren. Maar
dit soort seksistische ideeën. Hè? Dus racisme is godzijdank niet uitgestorven, zal ik nooit beweren, maar is een enorm taboe. Dat kun je in het openbaar, kun je daar nauwelijks voor uitkomen, kun je alleen stiekem doen. Seksisme vinden we kennelijk toch iets heel anders. Als dat, zeker als het gerechtvaardigd wordt door een beroep op het geloof. En ik heb het een beetje moeilijk mee, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En ja, ik weet zolang je niet in de overgang bent als vrouw, geven Joden ook geen hand. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Daar zal ik ook altijd iets van zeggen. Dat vind ik echt afschuwelijk. Maar wat zeg je dan? Wat mij er enorm aan stoort, wat ik zeg, ja. Dat ik dat echt heel onfatsoenlijk vind. En dat ik mij daar heel akelig bij voel, dat ik dus niet aangeraakt mag worden om iets waar ik niks aan kan doen. Ja? Het is niet iets waar ik zelf voor heb gekozen, niet waar, om als vrouw door het leven te gaan. Dus ik heb daar eigenlijk geen respect voor, dat wil ik wel zeggen. Ja. Maar voel jij dan ook afgewezen als vrouw? Ja, natuurlijk. Ja. Het is de eerste keer dat ik dat meemaakte. Ik weet nog heel goed, was op de Hogeschool Amsterdam. Ik maakte daar een verhaal over de opleiding HBO Islam. En toen kwam er een hele, hele grote, belangrijke imam uit Engeland. Die kwam daar over om te prediken. En de docent van die klas die kwam naar me toe. Die zei, nou, je moet niet te raar opkijken straks, maar hij gaat je geen hand geven. Want ik heb het toch geprobeerd. Inderdaad bleef hij zo heel zoals ze dat doet. Maar ik zeg er altijd van, ik vind het ontzettend vervelend. En ik vind ook dat wij dat als samenleving niet moeten uitstralen, eerlijk gezegd. Dat we dat allemaal prima laten vinden. We even de rest ook laten reageren. Janet Abouk. Ja, ik merk altijd, ik kom heel veel gevallen tegen waarin mannen mij geen hand willen geven. Of misschien niet eens in één ruimte met mij als behandelaar willen zitten. Ik denk dat het te maken heeft met een bepaalde sentiment, een emotionele gelaatheid. Want op het moment dat ik denk, hey, die persoon wil mij geen hand geven omdat ik een vrouw ben, of die wijst mij inderdaad af, dan kan ik daar ook heel verdrietig om worden, of heel boos misschien om worden, of gefrustreerd worden. Ik taxeer het anders, omdat ik een andere achtergrond wellicht heb. Hey, ik kom uit de Marokkaanse cultuur. Ik ben opgegroeid met religie. Ik ben overtuigd moslima. Dus ik taxeer het anders. Ik heb ooit een student gehad, een witte Nederlandse meid, hartstikke leuke meid, die in een ruimte zei, ik geef ook geen hand aan anderen. En het interessante was dat die dame geen hand gaf, omdat ze zei, ja, weet ik veel waar ze met hun handen hebben gezeten. Dus die vond dat gewoon een hele onprettige gedachte. Wat ik nog interessant vond, was dat er heel veel begrip was voor die student. Ik geef ook trainingen en daar zie ik dit thema continu voorbij komen. En ik vind het heel verdrietig om te zien wat het eigenlijk doet met professionals, met hulpverleners, met name vrouwen. Die voelen zich inderdaad afgewezen. En vaak zit het hem in dat het religieus gemotiveerd wordt, of dat het idee is van, goh, hij geeft mij geen hand omdat hij op me neerkijkt, et cetera. Los even van de argumentatie van anderen. Ik denk dat het interessante is om te kijken. Het is een student die in de hulpverlening waarschijnlijk gaat werken. En nu verder. Hè? Ik denk de reactie dat met name heel interessant is. Maar in mijn geval, ik taxeer het anders. Waardoor het mij emotioneel wellicht een andere, wat anders met mij doet. Als hulpverlener. Nou ja, ik weet en dat zie je ook. Dat als je geen hand geeft, dat je heel erg respectvol iemand kan verwelkomen. Ja. Maar ik zou zo iemand toch niet als medewerker willen hebben. Omdat ik vind, uiteindelijk is het sociaal werk ook normatief. Je moet jongeren voorbereiden op deel te nemen in deze maatschappij. Je moet, vind ik, ook zo neutraal mogelijk zijn. En als jij vanuit je geloofsovertuiging vrouwen geen hand geeft, dan geeft het mij wel een indruk hoe fundamenteel je visie is op jouw geloof. Ik heb tal van medewerkers die behoorlijk religieus zijn. Maar gewoon wel handen geven. En dat vind ik gewoon wel een norm die we kunnen stellen. En die we ook als organisatie moeten uitdragen. Janine, ik ben zo benieuwd, ook omdat we dat natuurlijk net al even bij de stelling hadden, van in hoeverre ben je nou een waardedrager, of ben je een kompas, of alleen maar een spiegel. Dat deze persoon eigenlijk op twee momenten al eerder misschien de vraag had mogen krijgen, namelijk het moment dat hij de opleiding begon. Is dit eigenlijk een voorwaarde om die opleiding op een goede manier af te ronden? En het feit dat hij straks bij de gemeente Amsterdam, ook nog eens een instelling van de overheid, namens iedereen en namens de gemeenschap moet kunnen opereren. Wat heb je op dat punt eigenlijk met hem besproken?
Nou, dat is, dat weet ik toevallig, dat dat in supervisie wel uitgebreid aan de orde is geweest. Maar ik ben niet zijn supervisor geweest. Dat is dus op de inhoud weet ik dat niet, zeg maar specifiek, omdat het vertrouwelijke gesprekken zijn. Maar ik weet wel dat hij die struggle ook en wat hij voortdurend is tegengekomen, dat wel als casuïstiek heeft ingebracht in supervisie. Ik was dus zijn studieloopbaanbegeleider tot en met het eind tweede jaar. Dus hij ging toen het derde jaar in. Ja, nou ja, wat ik vooral heel erg belangrijk vond, is dat ik hem toch heb kunnen bewegen om in ieder geval die soort van korte samenvatting te laten maken, met dat hij in ieder geval uitleg kan geven over waarom hij het in ieder geval niet wil doen. Waarom hij vrouwen geen, in plaats van een houding, daar heb ik geen zin in. Want dat Maar om het iets moeilijker te maken, je zou kunnen zeggen, je hebt hem geleerd om de empathie aan de andere kant te leggen. Ja. Dus de ontvanger moet begrijpen waarom hij geen hand wil geven. Maar hij heeft eigenlijk nooit de vraag gekregen waarom hij niet empathisch naar de ander wil zijn. Nee, niet in de studieloopbaanbegeleiding. Nee. En wat vind je daarvan? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat vind ik wel een hele goede vraag om te bespreken. En is dat nou iets wat jullie vervolgens ook in de hele opleiding eigenlijk in zijn algemeenheid bespreken? Want ik neem aan dat dit niet het eerste voorval is. Jij geeft ook al voorbeelden dat je veel overkomt. Ja. Maar in de opleiding is daar ook heel veel verschil over, zeg maar. Onder collega's is daar ook heel veel verschil over. Er zijn ook collega's die daar net zo in staan als jullie. En die ook zeggen, ja, wij vinden dat het niet kan. En dan kom je ook weer op het punt dat je denkt, ja, nou ja, goed, en dan vind je dat het niet kan. En ik vind dat het wel kan. En ondertussen zit hij op de opleiding, loopt hij stage, gaat hij door met zijn eigen ontwikkeling daarin. En kun je zo'n jongen ook, bij wijze van spreken, niet laten zakken, omdat hij iemand geen hand wil geven. Maar dat lijkt me nou zo ingewikkeld. Stel dat een collega van jou dus echt het heel vervelend vindt dat deze jongen geen hand wil geven. Ja. En jij hebt het nu geaccepteerd. Dan moet toch ergens gaan wringen in de organisatie. Dan zou je toch zeggen, jouw school, jouw hogeschool, moet toch vanuit de leidinggevende zeggen, jongens, we gaan hier gewoon beleid over afspreken. Beleid is een rot woord, maar we gaan hier een lijn in trekken. Want die collega van jou heeft dan toch geen steun als zij in de problemen komt? Nou, zij komt niet per se in de problemen. Want hoe zou zij in de problemen moeten komen? Nou, ik kan me voorstellen dat zij zegt, ja, maar ik accepteer het niet. En dat er een conflict ontstaat. En dan is het toch goed als dan de school achter, in elk geval kiest voor welke lijn ze wil trekken. Welke lijn je hanteert. Ja, maar dat gebeurt wel, want ik dan wordt er wel gekeken inderdaad. Stel je voor dat ik die collega was geweest of die student was bij die collega. Dan was hij naar een andere studieloopbaanbegeleider. Stel dat een klacht werd geweest, dan gaat hij naar iemand anders. Ik zeg het ook omdat ik dat zo vaak hoor. Ik weet niet of je dat boekje kent van Margriet Kleijweg, Twee werelden, twee werkelijkheden. Daar komt dit continu terug, dat docenten klagen over het gebrek aan steun vanuit de school voor de problemen waar zij tegenaan lopen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat in het jeugddomein. Nog even de reactie van Jennet en dan wil ik ook de zaal erbij betrekken. Ja, ik vind het heel interessant wat er hier ook gebeurt. Hè? Want ik hoor u heel stellig zeggen, als ik een sollicitant krijg die dat weigert, dan neem ik hem niet aan. Ik ben praktijkhouder. Als ik naar mijn team kijk, als ik een medewerker zou hebben die tegen mij pertinent en heel stellig zegt, joh Jennet, als ik een cliënt tegenover mij heb die mij geen hand wil geven, om welke reden dan ook, ga ik geen hulp bieden, dan zou ik die ook niet aannemen. Dus het is heel interessant hoe die perspectieven en die referentiekader van enorme waarde zijn, hoe we zaken taxeren. Maar Jennet, je maakt nu een onderscheid tussen, zeg maar, de rol die je als hulpverlener zou moeten hebben. Ja. Waarbij nu discussie is of je dan inderdaad wel of niet de hand moet geven. Of degene die erop ontvangt. Daarvan kun je zeggen, nou, dat is gewoon heel divers. Dat verander je toch niet. Maar we hebben als hulpverlener misschien een andere, meer, meer waarde gedreven rol. Nou, meer om aan te stippen, dat is wat mij betreft
als ik als behandelaar een gesprek aanga met een cliënt, dan doe ik dat in eerste instantie vanuit gelijkwaardigheid. En ik denk die gelijkwaardigheid is heel erg belangrijk, of je nou hulpverlener bent of cliënt. Wat ik eigenlijk wil aanstippen is die hele discussie rondom dat we een beetje vergeten, hè, zelfbeschikkingsrecht, dat we eigenlijk inderdaad de overkant, hè, het voelt heel onprettig als iemand je een hand weigert, maar tegelijkertijd werkt het ook de andere kant op, dat de ander van mening is dat die ander je een hand moet geven. Ja. Dus het ging mij meer om de taxatie en hoe we, wij al daar naar kunnen kijken, laat staan. Dat begrijp ik, maar toch even als je het hebt over gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Nu is de hulpverlener de casus en die geeft die vrouw die hulp nodig heeft geen hand. Dan is er dan toch geen gelijkwaardigheid? Oké, dat gaan we vragen. Wie wil erop reageren? Jij wil er reageren? Nou, ik denk dat als je redeneert vanuit gelijkwaardigheid, dat dat betekent dat je de ander in zijn waarde laat, inclusief de overtuigingen. Oké. Okay. Juist. Zou je dat ook nog iemand een paar reacties? Even een paar reacties nog, dan kom ik weer bij jullie. Nou, twee dingen eigenlijk. Voor mij is altijd de norm dat je elkaar respectvol begroet. En mijn ervaring is dat de meeste mensen die geen hand willen geven, wel op een andere manier door het brengen van de hand naar het hart of een hoofdknik of een joyeuze hoedafname. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ook groeten. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook in de opleiding, deze jongen of... Hè, ik heb zelf een meisje begeleid met een gezichtssluier. Nou, die wilde in de kinderopvang gaan werken. Ik zei ook, ik zou mijn kinderen niet graag bij jou op de groep willen hebben, terwijl ik weet dat je ontzettend lief en aardig bent. Dus het is goed dat die jongen zich ervan bewust is. Maar ook waarschijnlijk ergens in zijn drie kantjes heeft ook gestaan dat het niet is omdat hij geen respect heeft voor vrouwen, maar juist dat het vanuit wel een stukje respect is. En dat is natuurlijk ook een discussie van, hè, is dat dan niet in de huidige tijd seksistisch? Maar het gaat wel echt, ik merk dat vanuit de westerse visie het meteen als negatief bestempeld wordt. En ik denk, we leven in de multiculturele samenleving. De meeste moslims die hier nu zijn, gaan ook niet meer weg. He, die gaan zich ook vermenigvuldigen, krijgen kinderen. Dus dat wordt alleen maar meer. Hier moet, nee, maar dit is wel iets waar we mee moeten dealen. En ook zonder hand denk ik dat je heel veel toe kan voegen als hulpverlener binnen dit werkveld. Ja, nou, interessant. Ik ga een paar mensen aan het woord laten. Ik kom aan het eind even bij u, maar ik ga even van rechts naar boven. Ja, maar we zijn. Ik kan iedereen tegelijk. Ik kom zo bij jou. Mag ik eventjes hier langs? Ja, we hebben het ook heel erg gehad over het omarmen van diversiteit. En de vraag van het verantwoorden van schuurt een beetje bij mij. Ik heb ook geen zin om iedereen de hele tijd te vertellen waarom ik een feminist ben en dat ik me daarvoor moet verantwoorden. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk dat we in discussie gaan en dat elkaar vragen stellen. In plaats van, oh, ik wil dat jij een verantwoording aflegt voor je gedrag. Want dat... Als je dat 100 keer per dag hoort, is dat gewoon niet heel erg productief en niet heel erg opbouwend in een manier. Dus ik vind die discussie en het omgaan met elkaar en de subjectiviteit van onze normen, dat we daar meer aandacht op moeten leggen dan de verantwoording. Oké, dankjewel. Ik zag hier nog iemand. Of kunnen we nu naar deze meneer toe aan de linkerkant? Als u de rugzak nog eventjes kan verwijderen. Ja, heel fijn, dankjewel. Hi. Ten eerste een vraag eigenlijk, want waarom zijn jullie hier? Ja, dat is gewoon een oprechte vraag. Nou, ze zijn uitgenodigd door de organisatie. Ja, maar want casus zijn voorgelegd door meerdere mensen, maar is het een casus van kijk eens hoe ik heb gehandeld? Of is het een vraag van wat zou ik beter... Is er een vraag bij? Want anders, waarom zou ik daarop antwoorden? De casus is eigenlijk gewoon, kom met een praktijkvoorbeeld. Nee, maar dat... Wilt u misschien zeggen van, heeft u een vraag bij dit... heeft u een vraagstelling bij deze casus, als ik vraag mag? Ja. Zal ik hem beantwoorden? Ja, ga je gang. Ja, ik ben gevraagd om deel te nemen in het panel met een casus, zeg maar, waar ik tegen aangelopen ben, waar het gaat om waardebotsingen. Dus ik heb niet per se een vraag aan de zaal van, heb ik hier goed gehandeld of niet? Maar meer, waar loop je tegenaan? En je hoort wat het oproept, hè? Dus doordat iedereen er toch anders in staat. Niet een waardeoordeel. We zijn niet op zoek naar waarde. Dat wil ik ook duidelijk maken. We zijn in gesprek. Maar wanneer ga je in gesprek? Want... Of ja, tenminste, hoe ik ben opgevoed is een gesprek dat leeft bij de vraag
Ja. Want anders heb ik geen, dan ben ik gewoon bezig met, oké, wie heeft gesproken, dan kan ik weer praten. Dus dat zou al mooi zijn als we een vraag hebben die we hier in het midden leggen. Want dan kunnen we vertrekken naar een antwoord. Want als we geen vraag hebben, komt er geen antwoord. Maar ik ben heel benieuwd. Volgens mij zijn er vragen. Er zijn vragen over gesteld. Maar wil je graag een antwoord geven? Nee, ik wil geen antwoord geven. Ik ben op zoek naar het antwoord, samen met jullie. Daarom ben ik hier. Ja. En wat misschien interessant iets is, wat ik net zag, maar... Om tot de kern te komen. Net toen jullie werden opgeroepen, ging eerst de heer De Boot, daarna ging mevrouw Draaier zitten. Toen stond Jeannette op en die gaf allebei een hand. Mevrouw Janine, die ging zitten, heeft geen hand gegeven. Dat is geen waardeoordeel. Ik zeg alleen maar, kijk hier, we kijken gewoon naar de mens. En als we willen praten over waarom moet je wel of niet handen geven, dan moeten we die student hier hebben. Ja. Dus waar willen wij het eigenlijk over hebben? Dat is eigenlijk, want ik merk niet echt... dat er op zoek is naar een echt antwoord. Want mensen komen niet met een vraag. Ik heb echt een vraag. Mag ik jou dan een vraag stellen? Natuurlijk. Vind jij het belangrijk dat... Ben je zelf in opleiding? Niet in opleiding nu, maar nee. Maar je wilt in de hulpverlening actief worden? Niet in de hulpverlening per se, maar ik wil wel een opleiding gaan doen. Ja. Niet per se hulpverlening, maar wel een opleiding. Okay. Ja. Waar ook ethiek natuurlijk aan te pas komt. Hoe zou jij dan aankijken, want jij gaat dan ook in de omgang met mensen komen. Je komt op vergaderingen, je moet je voorstellen. Vind jij dat dan belangrijk, het geven van een hand? Niet specifiek, maar als ik hier naar mag kijken met een oog van wijsheid, om het zo maar te noemen. Nou, graag. Want daarmee loop ik het liefst. Wat interessant is om te zien van, er is een bepaalde, dus misschien blijkbaar een bepaalde onderbouwing. Als ik eigenlijk diezelfde tekst of de culturele, religieuze, maakt niet uit hoe het voelt, achtergrond moet gebruiken, dan moet ik mevrouw draaien, moet ik de hand pakken en die moet ik kussen en naar mijn hand doen. Dat kan ik ook doen. Dus als we daarin gaan zitten, dan gaan we alleen maar verder daarmee. Dan zitten we daarin vast. Maar het gaat nu omdat er een bepaalde intentie in zit. Er zit een intentie. En eigenlijk moeten we daar naartoe kijken, want als ik een vrouw geen hand kan geven om bepaalde redenen, vaak heeft dat te maken met dat het kan leiden, bla 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 bla, dan is mijn intentie niet zuiver. Dus daar moeten we dan kritischer naar kijken. Wat is de intentie van mijn werkgevers? Wat is de intentie van de mensen die mijn bestuur maken van bijvoorbeeld mijn school? Okay. Want als maar nu heel even terug. Weinig tijd maken in het curriculum, ja? Voor bepaalde ethiek, voor bepaalde... Wat is de richting van die waarde? Want die waarden moeten richting krijgen, dan pas hebben ze functie. Want anders zijn die waarden alleen maar... dan worden zij het centrale punt. Ja. Nou, ik vind het heel goed dat je zegt, er hoort ook ethiek bij. En vanuit welke ethiek handel je? Maar er wordt hier natuurlijk ook gezegd, er is aan de ene kant een discussie over ethiek mogelijk en wat we westerse ethiek vinden of wat we niet-westerse ethiek vinden en waar het in kan botsen. Maar het gaat eigenlijk ook gewoon om algemeen aanvaard maatschappelijk verkeer. Het is niet eens een hele ethische discussie. Hoe willen we in het dagelijkse veld op minutenbasis, op secondenbasis met elkaar omgaan om ervoor te zorgen dat er vervolgens een gelijkwaardig gesprek mogelijk is? Hoe zou je dat dan oplossen? Ja, hoe zou ik dat oplossen? Ja, maar is dat echt het probleem wat we nu missen in het jeugddomein? Is dat echt een probleem? Het is een probleem. Missen we richting? Missen we geen richting? Want dat is een jeugd. We missen altijd richting. Maar de specifieke richting. Want als we zeggen, ja, de richting is de democratie en gelijkwaardigheid. Maar zeg maar dan wat dat is. Want dat is de richting helemaal niet. Nou, weet je wat het is? Weet je wat het is? Het is effectiviteit. Het is het feit. Stop heel even. Wat het al om te beginnen is dat jij hier kan staan. Dat jij je verhaal mag doen. En dat we allemaal naar je luisteren. Daar begint het al mee. Dat is democratie. Onder meer. Toch? En dat we vervolgens weer aan een panel kunnen vragen om daarop te reageren. En dat gaan we nu doen. Dankjewel. Terug naar ons panel. Janine, je hebt een aantal respons gehoord. En die varieert van, nou, ik vind eigenlijk dat je dat anders had moeten oplossen. Tot en met nee, er zijn eigenlijk zoveel veranderingen in onze maatschappij gaande. Misschien gaat het veel meer om de intentie van de begroeting. En die kan heel wisselend zijn. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. En dan hoef je je niet, zoals Elma net zegt, afgewezen te voelen. Wat heeft jou dit geleerd, deze respons? Nou, wat mij geleerd heeft, ik vond het wel heel goed wat deze dame zei. Over het verantwoorden. Dat raakt mij en dat zet me ook echt aan het denken. Dus dat heeft het me zeker opgeleverd. Want je bent inderdaad, ik vanuit mijn Nederlandse westerse bril en ook wel vanuit mijn docentrol ben inderdaad heel snel geneigd, nou, leg maar uit.
Terwijl wat jij teruggeeft inderdaad van, hey joh, ga inderdaad vanuit een andere insteek het gesprek aan en roep mensen niet de verantwoording, maar zorg dat het gesprek op gang komt. Terwijl ik absoluut vanuit die gedachte natuurlijk die vraag heb neergelegd. Maar zo zoals jij hem stelt, vind ik hem breder. En dat wil ik je voor bedanken. Dankjewel. Ja. Tweede vraag die sterk naar voren komt, is dit nou een echt probleem? Is dit het probleem waar we in relatie tot waardebotsingen nou eigenlijk over zouden moeten praten? Robin? Ja, vind ik wel. En dan niet zozeer dat wel of niet geven van een hand, maar wel wat er allemaal achter zit. En of je, als je op die manier je religie stelt boven wat gangbaar is in deze maatschappij, of je daarmee voldoende professioneel handelt. En daar zit echt een dilemma. Voor een deel van onze doelgroep, die zullen zich heel erg aangesproken voelen door een moslim hulpverlener die echt zo'n hele strenge uitstraling heeft. Streng in de zin van streng in het geloof. En zal zo'n werker heel goed in staat zijn om met een deel van de doelgroep goed contact te maken. En dat is waar het om begint. Alleen mijn taxatie is dat die daar misschien een beetje effectief is, maar als hij zo'n waardepatroon achter zich heeft en het zo moeilijk vindt om over die om die stap te zetten om gewoon een hand te geven, dan vraag ik me af hoe die op tal van andere fronten het gesprek met zo'n cliënt aan zal gaan. En dan denk ik van ja, dan ben je toch niet zo effectief als ik verwacht. En ben je bij ons dus niet op zijn plek. Janet? Ja, ik vind het altijd een hele lastige onderwerp. En ik word er ook wel een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik wellicht, ik kwam ook hier naartoe vanmiddag en ik zei tegen mijn collega's, ja jongens, ik ga weer tegen schenen trappen. Want ik zal wel weer het standpunt verkondigen of van wellicht een minderheid. Maar ik denk oprecht dat als je inderdaad een hulpverlener bent, als je echt begaan bent met je cliënt, dan gaat het om vakmanschap, dan gaat het om competenties, dan gaat het om, ben ik in staat om inderdaad mijn eigen normen en waardestelsel als zodanig te taxeren en te zien waar het voor de ander echt om draait. Dan moet het niet uitgaan of dat ik in staat ben om over mijn eigen drempel te gaan om wel of geen hand te geven. Als ik mensen opleid of als ik het met mijn collega's, supervisie of wat dan ook geef, dan heb ik het ook altijd over authenticiteit. Ik vind dat net zo belangrijk als dat je in staat bent om de ander te zien en te accepteren in al zijn waarden of datgene wat hij belangrijk vindt. Dat betekent dat ik ook mijn eigen authenticiteit moet kunnen behouden en daar het gesprek over moet aankomen. Maar Robin zegt, daarmee sluit je ook bepaalde dingen voor jezelf als professional uit. Daar ben ik het niet mee eens. Oké, leg uit. Nee, ik geef wel een hand, dat hebben jullie net kunnen zien. Overigens was dat omdat ik jullie hiervoor nog niet heb ontmoet. Maar goed, ik had dat ook kunnen doen door bijvoorbeeld mijn hand op mijn borstkas en u aan te kijken en uw gedachten zeggen, mezelf voor te stellen. Volgens mij gaat het om contact maken. Absoluut. En is dat de essentie? En hoe je dat dan doet, we weten dat we volgens mij een ziekenhuis in Nijmegen, dat ze besloten hebben om helemaal geen handen meer te schudden. Niet om religieuze overwegingen, maar hygiënische overwegingen. Maar je kan nog wel contact maken. Volgens mij is dat waar we het echt over moeten hebben. Hoe maak je contact? Hoe zorg je ervoor dat de ander zich hoort? Ik wil het je één slag, moeilijker maken. En dan ga je misschien voor je gevoel toch weer dingen moeten verdedigen die je al zo vaak hebt moeten verdedigen. Maar als je, gewoon omdat we dit voor de sake of de discussie, het gaat om waardebotsingen, helder moeten hebben. Als iemand zich vervolgens beroept als zijnde een religieuze overtuigde, ook al is het een SGP'er, het gaat niet alleen maar over moslims of niet, zegt, nou, ik wil niet met vrouwen werken. Ja, maar dat is een ander. Het gaat ook om een stapje uitsluiting, waardoor je wel of niet met iemand wil werken onder een bepaalde conditie. Ja, en dat is dus de taxatie, denk ik. Want in mijn optiek, op het moment dat een man mij geen hand wil geven, voel ik mij niet uitgesloten omdat hij de samenwerking niet wil aangaan. Het is wat anders als hij überhaupt niet met mij in gesprek wil gaan. Ja, dan houdt het op. Dan is er geen samenwerking. Helder. Ja, daar zie je het voor jou het verschil. Absoluut, zeker weten. Ja. Tamme. Waar wil je dat natuurlijk op reageren? Nou, er zijn eigenlijk een aantal, volgens mij, nuanceringen gegeven.
onder het motto, het gaat om het echte contact. Daar is een hand niet alleen maar een voorbeeld van. Dat kunnen ook op hele andere manieren kan dat worden gezegd en uitgedragen. Ja, natuurlijk kan dat. En dan kan je je dus ook respectvol bejegend voelen. En het gaat uiteindelijk om de professionele houding en de empathie die iemand... Dat is allemaal iemand, waar. Ja. En, ja, dat is allemaal waar. Maar dan kom ik nog even terug op wat ik net zei. Stel je nou toch voor dat jij iemand in huis hebt in je organisatie die zegt, ja, sorry, maar... Iemand die Surinaams is of Antilliaans of wat voor uit Oost-Afrika komt. Nou, die mag ik nou eenmaal niet aanraken. Dat accepteer je toch niet? Dan zeg je toch niet, oh, er zijn ook zoveel andere manieren om iemand respectvol te begroeten. Nee, dat is vreselijk. Je discrimineert namelijk op een ongelooflijk botte manier. Ja. En ik zie het verschil niet. Maar goed, ik ben ook een oude feminist. Dus seksisme en racisme, echt niet. Jij geeft eigenlijk aan, er is toch zoiets als een waardebotsing. We hebben juist, met elkaar... en we moeten, daarom vind ik deze bijeenkomst ook zo goed. We moeten het daarover hebben. Nou ja, dat zijn we volop aan het doen. Het buzzwoord is natuurlijk dat we naar een superdiverse samenleving gaan. Ik hoorde laatst cijfers over Brussel en Antwerpen. Daar is van het aantal... 80-plussers, meen ik, is 4% heeft een migratieachtergrond. Het aantal 10-minners is dat 80%. Wat betekent dat op de lange? Je kan het uitrekenen. Wij zijn dus geen van allen meer een dominante meerderheid meer. Straks is er gewoon eenvoudigweg niet meer. We zijn allemaal minderheden. Maar dan zijn dus er twee conclusies mogelijk. We moeten ontzettend goed nadenken over... Ja. Waar liggen de grenzen? Wat willen we wel, wat willen we niet? Maar dan zijn er twee conclusies mogelijk en die zijn ook al voorbijgekomen. Je kunt zeggen, nou, Nadia gaf dat volgens mij aan. Dan moet je dus meebewegen. Dan moet je met elkaar een aantal ruimhartiger methodes vinden... in dit geval om de begroeting te accepteren. Of je zegt, we moeten, en dat doet de Franse overheid bijvoorbeeld... een strenge norm hanteren. Het is de grondwet die iedereen moet behartigen. En dat betekent dus dat iedereen bijna gedwongen die hand moet geven. Vooralsnog ben ik er een enorme voorstander van... dat wij als samenleving als geheel uitstralen... dat we racisme veroordelen als je het niet erg vindt. En seksisme ook. Ja, ik vind het toch een vrij goed idee als we dat uitstralen. Oké. Janine, laatste keer terug naar jou. Want jij hebt deze casus ingebracht. Wat ben je te weten gekomen... Ook op basis van de vraag, waarom hebben we het hier überhaupt over? Ja, nou ja, hoezeer het dus leeft en hoe belangrijk het is om dit dus te blijven bespreken. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Omdat, nou ja, ook wel aansluitend bij wat jij zegt, er zit natuurlijk een heel verhaal achter. En dit is maar een voorbeeld. Ja. Wat we dagelijks, zeker in een multiculturele samenleving, heel veel tegenkomen. Goed. Wim, jij was begonnen met. Wilde jij nu nog kort reageren? Jij was begonnen met jouw verhaal. Dit is het moeraslaagland waar we ons in bevinden. Er zijn niet alleen maar heldere wetten op van toepassing in de dagelijkse praktijk waarin je moet opereren. Als je nu de twee casussen tot je door laat dringen en ook de respons uit de zaal en uit het panelgesprek. Wat betekent dit, vind jij nou, voor de komende tijd? Als je het hebt over de ontwikkeling van opleiding, over het gedrag wat je in teamverband met elkaar bespreekt, de reflectie en de spiegeling naar professionals toe. Een lastige vraag. Kijk, de casussen laten zien inderdaad dat het om moerassige vraagstukken gaat. En neem bijvoorbeeld de laatste casus, de hand. Het gaat niet om de hand. De hand staat symbool voor de pluriformiteit van de samenleving waar wij allemaal draaien rok op wijst. En ik ben iemand van de kennis en ik denk, hier heb je weinig aan, ik ben ooit dokter geweest, je hebt weinig aan mijn medische kennis. Je hebt misschien iets meer aan de pedagogische kennis, maar hier moet je zeg maar, de geneeskunde, de psychologie en de pedagogie gaan verbinden met de culturele antropologie. We moeten dus gaan zien dat... dat er een enorme pluriformiteit in onze samenleving is en dat het, als het gaat om discrimineren, wanneer is iets discriminatie? Is iets discriminatie als iemand zich gediscrimineerd voelt of als er de intentie tot discrimineren bij zit? Dat is een cultureel antropologisch standpunt en ik denk dat we vanuit die richting dit soort moerassige vragen mede moeten gaan verkennen, met al die anderen, dat maakt het zo ingewikkeld, om uit dit soort dilemma's te komen. Want als het gaat om de intentie tot discrimineren, ja, dan ben ik het met mevrouw Draaier eens. Maar in allerlei debatten over racisme, feminisme, de hand, dan noem het maar op, is het feit dat iemand zich niet juist bejegend voelt vanuit zijn eigen perspectief, niet per se
dat die ander dat ook vanuit zijn perspectief als denigrerend bedoeld heeft. En als we dat niet oplossen met elkaar, blijven we dit soort debatten nog 20 jaar voeren. Ja. Tot slot, gewoon uit jullie werkpraktijk. Jullie hebben vast dit soort casussen ook aan de orde gehad. Hoe heb je het met elkaar in positieve zin opgelost? Je zegt, nou, we zijn er op een goede manier uitgekomen. Dan geef ik nog 2 mensen daarvoor de gelegenheid. En dan begin ik bij u. Ja, Mehmet Dij. Ik werk bij het Vrije Jonkeren Instituut als onderzoeker. Niet ikzelf, maar een collega van me had iets meegemaakt en dat raakte me heel erg. Zij begeleidt een vrij salafistische imam bij zijn onderzoek. En zoals toen hij bij ons kwam, was zij even vergeten dat hij geen hand gaf. Dus had ze haar hand uitgestoken en toen gaf de imam haar ook een hand. En daarna kwam ze erachter, oh shit, ik heb iets gedaan wat niet moest. En ik vond heel mooi wat het antwoord van de imam was. Hij zei, ja, een uitgestoken hand, dat laat ik niet in de lucht. Wat ik wel heel belangrijk vind, is wat jij volgens mij zei, van er zijn bepaalde aanspraken die je doet op het moment dat je zegt van ik doe vanuit mijn religieuze achtergrond, wil ik bijvoorbeeld geen hand geven. En dat is gevoelig voor jou, omdat je je baseert op bepaalde religieuze teksten, et cetera. Maar aan de andere kant heb je ook een bijvoorbeeld sociaal en historisch context van de dominante Nederlanders en hoe het in de maatschappij eraan toe is gegaan tot nu toe. En dat was bijvoorbeeld dat de gevoeligheid is dat je elkaar wel een hand geeft. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist die beide kanten heel goed ook begrip van te hebben. Aan de andere kant, als we het over de jeugddomein hebben, vind ik het wel anders dat je wel een onderscheid moet maken in het publieke, in de publieke ruimte en in het jeugddomein. Want in het jeugddomein heb je ook te maken met hulpverlening. Hoe ga je daarmee om? En ik kan me heel goed voorstellen dat in het jeugddomein wel wat strakker en strenger erop kan toezien. In die zin dat je in de publieke ruimte daar veel meer de ruimte hebt, omdat je veel meer die eigenheid hebt. Oké, dankjewel. Tot slot, kom ik bij u. Nou, ik heb exact hetzelfde meegemaakt. En ik denk dat het goed is, hoe moe we ervan zijn en blijven, dat we toch in gesprek blijven erover. En in mijn geval heb ik de autonomie van de student gerespecteerd. Zij wilde geen hand geven, heeft ook uitgelegd dat het niet alleen religieus was, maar ook doet gewoon zeer aan haar handen. Tegelijkertijd wilde ze wel heel snel een stageplek hebben. En wij kunnen wel vinden, je kan op een hele eervolle manier een heel prachtig een ander groeten, maar niet iedereen denkt daar zo over. En als je dan bijvoorbeeld in dit geval bij de gemeente moet werken, ja, ze werd gewoon afgewezen, want bij de bezwarencommissie heb je al oververhitte mensen. En als die dan niet begroet worden door iemand, heb je weer een discussie. Ik heb voor haar voor elkaar kunnen krijgen bij een ander onderdeel van de gemeente, juist op de pluriformiteit, dat ze wel werd aangenomen. Maar vervolgens duurde het heel lang voordat ze een vervolgstage kreeg. Het was een advocatencollectief, want het was een sociaal-juridische opleiding. Die zei, we hebben zo'n pittige discussie intern gehad. Maar uiteindelijk, nee, we kunnen er niet aannemen. We hebben zo'n moeilijke doelgroep in onze wachtkamer. We krijgen problemen. Ik heb het bij haar gelaten. Ik zei, kijk, dit krijg je elke keer, dit gezeur. Werkgevers, er zijn een aantal die er geen problemen mee, dat heb je meegemaakt. Maar nou heb je van 3 situaties de 2 die jou niet accepteren vanwege de handen geven. Denk daarover na, want wat wil jij? Ja, ik wil snel mijn diploma en ik wil snel een baan. Ik denk, dan moet jij je afweging maken. Ik ga dat niet voor jou beslissen. Toen zei ze, nou, dan ga ik toch een hand geven. En de keer daarop vroeg ik het aan haar, van hoe was dat voor jou om een hand te geven? Dus ze was het alweer bijna vergeten. Toen zei ze, ach nee, dat was helemaal geen probleem. Oké. De praktijk levert misschien uiteindelijk het laatste woord. En de een lost het links en de ander lost het rechts op. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie openhartigheid, het delen van de casussen. Het was soms best moerassig. Ik vind dat we er met elkaar geslaagd zijn om er een hoop voorbeelden uit te lichten. Ik hoop dat u het ook leerzaam vond. Het is in ieder geval gevoelige materie en dat blijven we voorlopig denk ik nog wel even bediscussiëren. Dank jullie wel. Tot ziens. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Heel erg bedankt.